Ik heb 1 miljard iets meer dan 1 miljard opgehaald voor meer dan 20 fondsen. Ja. Bij met name institutional investors. Welkom bij de Lotgenoten Podcast, de nummer 1 podcast voor ondernemers. Mijn naam is Jaro. Naast mij zit Koen. En deze week zitten we weer met een hele speciale gast. Tegenover ons zit Marcel Melis. Marcel, welkom. Dankjewel. Allereerst leuk dat je er bent. Leuk dat je er kan zijn. Heel leuk. Marcel, um, ik denk dat er een aantal mensen zijn die dit luisteren die je misschien wel eens langs hebben zien komen die je kennen. Uh, er zullen ook een hoop mensen zijn die nog niet precies weten wat je doet en uh, wie je bent. Dus daar uh, gaan we vandaag denk ik een stuk dieper op induiken. Ik heb oh. kort even wat dingen opgeschreven: van uh, ja, wat je hebt gedaan, wie je bent. Je bent ooit uh, een hele tijd geleden ben je begonnen bij BP. Gewoon in Loondienst heb je dat gedaan. Uh, je hebt eerst gestudeerd. Nou ja, dan ben je gewoon eigenlijk het vrij normale pad bewandeld. Zeker. Um, maar je had al vrij snel wel een soort van brandend verlangen om uh, meer uit het leven te halen en vermogend te worden. Absoluut. Um, daar ben je mee aan de slag gegaan. Je bent heel diep de financiële wereld ingedoken. Op een gegeven moment heb je een eigen hedgefond opgestart. Ja. Uh, dat hedgefond had op enig moment 150 miljoen onder beheer. Klopt. 150 miljoen dollar om precies te zijn. Um, daar ben je nu ongeveer 12 jaar geleden mee gestopt als ik het 2010. goed zeg. 2010. Ja, in 2010 ja. ben je ermee gestopt. Um, en ben je voornamelijk aan de slag gegaan als de CEO van MG Investments. Ja. En hoe ik het lees, maar zeg vooral wanneer ik het uh, fout heb, is dat jullie eigenlijk heel erg platgeslagen een broker zijn. die institutionele beleggers helpt om in contact te komen met die hedge funds. om daar hun geld te kunnen beleggen. 100% correct. Oké, okay, nou top. Dan heb ik dat, uh, heb ik dat goed uitgevogeld. Ja. Uh, Marcel, welkom. Leuk dat je. je er bent. Leuk je. dat je er bent. Er zijn nog heel veel dingen. Iets wat ik heel tof vind om de mensen. iedereen die dit kijkt, wil natuurlijk eerst weten wat voor een uh, vlees ze in de kuip hebben. Uh, jij hebt tot nu toe in je carrière ongeveer een miljard euro aan vermogen onder beheer uh, weten te werven. Te werven, klopt. Ik heb uh, 1 miljard opge iets meer dan 1 miljard opgehaald voor meer dan 20 fondsen. Ja. Bij uh, met name institutional investors. En uh, wat voor soort investeerders zijn het? Uh, pension funds, family offices, fund of funds. Vermogensbeheerders. Maar ook de laatste jaren steeds meer bij high net worth slash ondernemers. En het geld wat ik ophaal, haal ik wereldwijd op. Uh, dus... Met name ook in Azië, dus Hongkong, Tokio, Singapore. In Amerika, het meeste geld van investeerders zit er rondom New York. En in Europa zit het meeste geld in Zwitserland en Engeland. Ik doe wat zaken in Nederland, wat ik net al aangaf, steeds meer ondernemers. Omdat het op dit moment moeilijk is om rendement te maken. Er zijn eigenlijk geen andere mogelijkheden dan eigenlijk investeren in private equity of hedge funds. Pas goed uh, wordt al mogelijk gemaakt door uh, het kabinetsbeleid. Um, dus dat wordt wereldwijd opgehaald ja. ja cool vastgoed zeg je wordt de laatste tijd zeer onmogelijk gemaakt dat, uh, je hebt Klopt. volgens mij zelf ook al zeker vier jaar volgens mij geen aankopen gedaan zag ik ergens langs komen ik heb al vier, ik heb best een grote vastgoedportfolio uh, heb ik alleen in amsterdam mm -hmm. en de reden waarom ik destijds amsterdam heb gekocht omdat amsterdam altijd schaars is omdat daar een heel groot gedeelte van de woningen in de sociale sector zijn. En daar waar een groot gedeelte van de woningen in de sociale sector zijn. betekent dus dat de schaarste wordt gecreëerd. Vandaar dat ik Amsterdam heb gekozen. Daarom is de prijs in Amsterdam ook meer dan twee keer zo hoog. ten opzichte van Rotterdam. En ik heb in de laatste vier jaar geen vastgoed meer gekocht. Om, omdat het, uh, de regulering werd vermoeilijkt. Ik vuur aan woningdelers. Dat is vanaf. ik geloof iets van twee jaar geleden ook al mogelijk gemaakt. Mm -hmm. uh, dus die. Dus wederom, het, het gemeentelijk beleid heeft schaarste gecreëerd op het gebied van woningdelen. Ik heb alleen maar woningdelers, ik heb overal vergunningen. Dus dat zou dan meer het waard moeten zijn als gevolg van de schaarste gecreëerd door de gemeente. En een andere reden is waarom ik tot vier jaar geleden geen vastgoed meer heb gekocht, dan toen de markt niet meer zo zag stijgen. En een beter alternatief voor mij was om dan in mijn eigen fondsen te gaan investeren. Want in mijn eigen fondsen heb ik meer dan 20% rendement per jaar gemaakt. En tussen 2010 en 2018 heb ik heel veel vastgoed gekocht. En toen was de rente aan het dalen. En, uh, ik heb altijd gezegd: oké, okay, de rente was bijvoorbeeld in 2008 was 6%. De rente ging naar 2%. Dan was mijn visie: dan moet vastgoed minimaal verdubbelen of verdrievoudigen. Mm. En op, het, op basis van dat idee ben ik veel vastgoed gaan kopen. En uh, dat is allemaal verdubbeld, verdrievoudigd. Uh, ik heb overal uh, vergunningen. Want ik wil rustig kunnen slapen. Ja. Ik heb alles goed uh, gefinancierd. Vorige alles geherfinancierd. Omdat ik uh, de rente zag oplopen en, uh, en ik een hogere loon value wilde verkrijgen om weer te investeren in mijn fondsen. Okay. Uh, dus dat op. op die wijze ben ik altijd zeven dagen per week, 16 uur per dag aan het denken hoe kan ik uh, mijn portfolio optimaliseren en waar kan ik in investeren. Ja, mooi het is, het is. En uh, je hebt volgens mij ook best een behoorlijke portfolio aan vastgoed, toch? Klopt. Uh, ja. Ik word ergens volgens mij 200 uh, woningen ongeveer. Nee, dat uh... klopt niet. Oké. Okay. 200 huurders. Ah, 200 huurders, ja, ja. kijk. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja. Nou, dan nog is dat een uh, behoorlijk Go goed inkomen. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Hey. Marcel, ik kon niet heel veel vinden uh, over jouw know, jeugd, je opbringing, waar je vandaan komt. Maar ik weet wel dat je uh, eigenlijk bij BP begonnen bent en volgens mij een heleboel zelf opgebouwd hebt. Je bent niet met een zilveren lepel opgegroeid. Zeker. Kun je ons daarin meenemen? Van je bent uh, 18 jaar, je begint misschien net met die studie. Nu sta je hier. Hoe is dat hele pad gegaan? En dan nog met name het gebied van ondernemen? Ja, ja vooral <laughs> het gebied van ondernemen. Ja. Nou, kijk, ik denk. Um, kijk, er zijn verschillende manieren om succesvol te zijn als ondernemer. Uh, je kunt op een uh, mijn manier ondernemen. Dat betekent uh, sociaal, uh, open. Ma uh, open uh, maar je kunt ook op een andere manier ondernemen. Ik kijk bijvoorbeeld naar een Bill Gates of een, of een uh, uh, Elon Musk. Dat zijn meer de autistische ondernemers, zoals ik dat altijd noem. Hedge managers zijn ook vaak autistische ondernemers. Want die, hmm. die focussen zich echt. Het enige waar zij zich op focussen is, is in het treden. Ik kijk wat breder. Dat is wel een. Meer gebruikelijk ondernemersstijl. Dus ik ben eigenlijk wel als ondernemer geboren. Kijk, het wil, niet zeggen, dus het wil niet zeggen dat je niet succesvol kunt zijn als je dus niet als ondernemer wordt geboren. Maar in mijn geval is het wel zo. Want ik was in mijn uh, middelbare school, verkocht ik uh, cassettebandjes met muziek. Uh, ik, ben, uh, ik was al gek op geld toen ik jong was. Ik voetbalde best hoog niveau. Ben ik in, uh, op mijn zeventiende mee gestopt omdat ik wilde gaan werken en geld verdienen. Ik, uh, ik ging op een gegeven moment studeren toen ik achttien was. Naast een studie verkocht ik uh, draadloze telefoons, die op dat moment nog bij de PTT uh, honderden gulden kosten. Ik verkocht de betere illegale versie voor uh, 150 gulden. En dat bood ik vervolgens mensen die dan, ik zeg als je terugkomt krijg je goedkoper zo. Creëerde je een, een, een wederverkopersnetwerk? Ik stond op uh, het Koninginnedag, had ik een aantal stands met zonnebrillen en T-shirts, imitatie-T-shirts. Uh, regelmatig werd uh, de voorraad in beslag genomen. <laughs> ik stond op parkpop, pingpop. Dus in mijn studententijd uh, heb ik veel uh, handeltjes gedaan, waar je ook heel veel van leert. Dus uh, die drive heeft er altijd in gezeten. Uh, ik kom uit een ondernemersgezin. mijn vader heeft een, uh, een had een transportbedrijf. dus uh, misschien dat het ook geholpen heeft. opvoeding heeft geholpen. ik ben altijd, ik uh, ben nooit verwend. ik moest altijd hard werken overal voor. Ja. mijn ouders overal mee helpen. dus ik denk als je ook, uh, ik denk als succesvol wil zijn als ondernemer is uh, is mentaliteit het belangrijkste wat er is. en dat zit in je, maar dat heeft ook te maken met opvoeding. ja dus Wat voor opvoeding heb je dan nodig? Dat, uh, dat niet. Dat je de waarde van geld uh, leert waarderen. En uh, ik, ik heb een dochter. Ik wil ook dat zij, als ze straks 15, 16 is, gewoon gaat werken. Mm -hmm. Kijk, uh, zij zit natuurlijk in een goeie, hele goede omstandigheid. Woont in een mooi huis en gaat heel vaak op vakantie. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ze ook uh, weet. Uh, de waarde van geld leert kennen. door middel van werken. Zij is gelukkig, naar mijn mening, niet zo. Uh, Materialistisch ingesteld, want ze schaamt zich er bijvoorbeeld voor als ik uh, met mijn auto ga rijden. Ze wil ook niet met mijn Ferrari meer rijden. <laughs> aan de ene kant vind ik het jammer, maar ja. het is eigenlijk positief. Ja. Ja. Dus je ziet natuurlijk heel veel kinderen van rijke ouders, die zie je met een hele verwende kop al over het strand lopen. Een chagrijnige kop, waar ik me heel erg aan irriteer. Dus voor mij is het heel belangrijk dat, uh, dat mijn dochter uh, niet die verwende uitstraling krijgt ja. en, uh, en hard gaat werken. Ben je het belangrijk dat ook je dochter op een gegeven moment de wealth gaat overnemen en op verder gaat bouwen? Of is dat niet echt een prioriteit voor jou? Het is geen prioriteit. Het zou wel leuk zijn. Het belangrijkste is dat zij een leuk leven krijgt en doet wat zij leuk vindt. Mm -hmm. um, kijk, het is, het is ook... Ja, kijk, overnemen bij mij heeft alleen maar zin als iemand... Het net zo goed zou kunnen doen als ik het zou kunnen doen. Want ik heb op dit moment. Wat de sales die ik doe, het verkopen van hedge funds. en het, uh, het zoeken naar hedge funds. en het verkopen van hedge funds. is heel erg moeilijk. Want wereldwijd doet bijna niemand dat. Ik vind het heel makkelijk. Ik noem me altijd een goed betaalde secretaresse. Hm. Maar, maar bijna niemand is er succesvol in wereldwijd. Dus het is. Het is niet lastig. Ja. 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 Dus dat zullen we dan wel zien in de toekomst. Maar ja, goed, kijk. Uh, ik ben gepland dit mijn hele leven te doen. Uh, ik heb een mooi leven. Ik, uh, ik ben zeven dagen per week, 16 per dag bezig. Omdat ik uh, verslaafd ben aan, aan business, zeg maar. En daarnaast vind ik het ook heel erg leuk. Je ontmoet uh, hele interessante fondsmanagers. die op hun specifieke vakgebied de beste in de wereld zijn. Vandaar ook dat ik goed kon aanzien komen dat de rente omhoog zou gaan. en mijn vastgoed weer ge heb geherfinancierd. Uh, ik moet regelmatig reizen voor mijn business, wat ik super uh, leuk vind. Ja. Je bent de hele dag met nieuwe investeerders bezig. Dus ik heb wel een, een, een mooi gestructureerd leven. Dus mijn leven is, uh, is family. Iedere dag sporten. Drie dagen in de week kickboxen. Uh, business. Reizen. En ik vind het reizen af en toe wel lekker om uit de, de dagelijkse structuur te, te gaan. Dus als ja. je aan het reizen bent, kom je ook vaak weer tot nieuwe ideeën. Ja, netjes. Ja. Ik uh, denk. Uh... Ik kwamen net al een paar vragen naar boven die ik uh, zeker wil stellen. En ik denk... nou, trouwens, die vraag die je net stelde is nog, natuurlijk nog lang niet beantwoord. Nee, maar... nee, precies. Kijk, je dwaalt natuurlijk weer ja, af. Ja. Maar... Ja, maar dat ja. is geen probleem. Zo houden we het interessant. En daarom, dat is ook meer van, ik denk voor, als je kijkt dus naar het ondernemen in je jeugd, je was er altijd mee bezig. Je had altijd die handeltjes al, het was, kwam van nature al boven drijven. Zeker. Je had eigenlijk de, de werkhouding, heb je ook overgenomen van jouw vader, van je ouders, die drijf ja. om echt gewoon door te pakken, ja. niet te zeiken, gewoon doorgaan. Absoluut. Uh, wel wat anders dan de generatie jongeren ja. waar we nu mee uh, dealen. Om daar ook een voorbeeld op te geven. Kijk, um, ik heb nooit een, een dag op school overgeslagen. Dus ik kon niet faken dat ik ziek was. Als het regende, kon ik niet tegen mijn ouders zeggen, ik ga niet uh, naar de voetbaltraining, terwijl ik wel, ik uh, vier kilometer moest fietsen de berg op, weet je. Ja. En uh, dus als mijn kom weer op mijn dochter. Als mijn dochter nu zegt: Ik wil niet hockey, want het regent. Vind ik het juist belangrijk dat ze wel gaat. En daardoor creëer je gewoon mentaliteit. Ja. Kijk, eh, ondernemen is meer vallen, meer uh, negatief dan positief. Dus wil je succesvol zijn, dan moet je gewoon uh, een hele sterke mentaliteit hebben. Ja, eens. En dat is ook wel grappig dat mensen altijd. Ondernemen is natuurlijk, lijkt online altijd heel erg flashy en alleen maar mooie dingen. Maar de realiteit is dat je eigenlijk alleen maar continu problemen aan het oplossen bent. Eigenlijk is het zo, ja. ja. Kijk, de leuke dingen die, uh, die vergeet je. Ja. En de, de vervelende dingen ben je uh, de hele dag mee bezig. Ja. Ja. En vaak komen de vervelende dingen ook op vervelende momenten, maar dat komt denk ik ook, als je, je even niet fit voelt, en dan, dan komt er iets vervelends voorbij, en dan vind je het veel irritanter. En dan valt het ook veel meer op. Dan als je net uh, helemaal in je vuur als je stemming bent, ja, dan los je het gewoon op. Twee keer zoveel energie ja. dan als je je niet lekker voelt. En als je succesvol bent, heb je veel meer energie dan als je een tegenslag hebt. Ja. Ik, als ik mijn, als mijn investeringen het goed doen, goed doen dan voel ik me een stuk lekkerder dan als mijn investeringen het slecht doen. En dat zijn nog niet eens investeringen waar je zelf een invloed op had. Ja. Toen ik mijn eigen fonds managte. Toen ik die 150 miljoen S's onder management had. Toen moest ik werkelijk gewoon zeven dagen in de week, of waren dan vijftien per dag kun je handelen. En de ene dag win je miljoenen, de andere dag verlies je miljoenen. En als je dan een aantal miljoenen achter elkaar aan het verliezen bent, dan ga je, je echt uh, heel slecht voelen. Dat doet echt pijn, want je weet de gevolgen. Je, je, je weet dat de investeerders hun geld eruit kunnen trekken. Uh, je weet dat je zelf minder uh, vies kan ontvangen. Je weet dat je personeel zou kunnen gaan lopen. Ja. Dus eigenlijk is het managen van geld, dus de hedge fund is eigenlijk het zwaarste wat er is. Ja, dat geloof ik wel. Dat is nog zwaarder dan traden. Want als je een hedge fund manager bent, heb je niet alleen de trading uh, on your back. maar ook nog eens een keer je organisatie, en je personeel en je investeerders en je nieuwe investeerders. Ja. ja, en traden wordt eigenlijk vaak al echt wel gezien als een intensieve uh, bezigheid. zeg maar. Treden, als, uh, als je wilt traden, is het enige waar je mee bezig kan zijn is met traden. Ja. Mm -hmm. Dus uh, vandaar dat ik ook uh, mijn hedge fund periode niet zo als heel erg positief heb ervaren. Het was gewoon de zwaarste periode van mijn leven. Ja. Want je bent gewoon ja, je, ja, je hebt, minute to minute kun je gewoon miljoenen verliezen ja. en moet je beslissingen nemen. Ja. 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 En daarnaast heb je nog eens een keer je personeel en je investeerders en je marketing. Ja. Dus ik heb nu een veel uh, relaxter en gezonder leven dan, uh, dan tussen 2006 en 2010. Ja. Daar springen we ook snel uh, nu heen, want daar ben ik inderdaad wel benieuwd naar. Van, jij bent ooit begonnen bij BP, uh, daar verdiende je 100.000 gulden volgens mij uh, in die tijd. Um, nou, toen ben je volgens nog mij... Om precies te zijn, ik begon met 43.000 gulden. Dat was toen, okay. was toen ja. voor uh, toen als start een goed, uh, ja. goed, goed. salaris. En... en je kwam van de universiteit? Ja, van de universiteit. Ik weet niet wat er nu een uh, goede start verdient, maar... Poeh, Dat weet ik eerlijk gezegd is. ook niet. Wij zijn ook vrij snel het ondernemen. Nee, ja, ja. met, met mijn HBO. Ja. Ik had mijn HBO afgemaakt. Daarna ben ik gelijk gaan ondernemen hoor. Alleen uh, ik zou tussen de 22 en 23, uh, uh, 2200. Maar tot 3300 zou ik verdienen. Maal 13. Ja, maar in En bruto is dat, denk ik? En dat is bruto, dus we moeten net er nog vanaf dus Ja, maar uh, dit was ook bruto, maar dat, dit ja. nu is in euro's toen gulden natuurlijk. Precies. Ja. En ondertussen is alles dus veel duurder geworden. Veel duurder, maar het zal ongeveer rond hetzelfde dus, ja. uitkomen. En om terug te komen, inderdaad, toen ik, uh, toen ik uh, de energiemarkt in ging, in loondienst, verdien ik inderdaad bij, uh, die 100.000 gulden komt uit een andere interview. verdien, okay. verdien ik 100.000 gulden en toen ben ik vastgoed gaan kopen. Mm -hmm. Daar komt dat vandaan. Ja, ja. 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 Oké. Okay. En dan, uh, want dat is op zich nog een, een... Hoeft niet per se heel ondernemend te zijn. Als je, nou, je werkt in loondienst, je verdient goed, dus je houdt wat geld over, dat ga je vastgoed doen, want je wilt je geld een beetje veiligstellen, wat ja. vermogen opbouwen. Ja. Toch is er iets in jou geweest dat dacht van ja, dit is allemaal leuk, weet je wel, ik ben wat vermogen aan het opbouwen, maar ik wil echt met mijn poot in de ja. klei ondernemen. Uh, hoe ben je die stap gaan maken? Ja. Dus uh, op een gegeven moment uh, maakte ik de stap van uh, mobile BP, heb ik drie, vier... Je functies gehad. De laatste functie was LPG traden. Toen kwam ik uh, in ervaring met het vak trading. Mm -hmm. En toen ging de, de elektriciteitsmarkt ging open. Ze werd een vrije markt. Wat super interessant. Wat ik super interessant vond en ik kansen zag. Toen ben ik uh, 22 jaar geleden bij een Noorse organisatie gaan werken, die opende toen haar kantoor in Nederland. En toen ben ik de stroom gaan handelen. Interessant, de markt ging net open. En toen uh, kwam ik erachter dat er ook andere partijen waren. Bijvoorbeeld Reliant ben ik toen gaan werken, mm -hmm. in 2001. En dat was een grote Amerikaanse partij en die heeft toen de centrales van Nuon gekocht. En toen ben ik daar aan de slag gegaan. En toen ben ik, uh, heb ik kennis gemaakt ten eerste met een goede handelsorganisatie. Het was echt een handelsorganisatie, zoals iedereen wel kent van de films. En uh, toen ben ik stroom gaan handelen. Welke films? Nou ja. Ik zat toevallig laatst voor ja. Volvo te kijken. Ja. Oh, ja. Ja. ja, cool. Ja, ja, ja. God, dat, zijn, dat zijn dan brokers. Maar, ja. Ja, maar wel, ja, precies. Ziet er datzelfde het de... uit? Ja. Mm -hmm. Dus grote vloer met mensen. En uh, toen ben ik uh, het spelletje gaan begrijpen. Wat de, uh, de prijs, wat de prijs van stroom bepaalt. De prijs van stroom wordt bepaald door de marginale kosten. Dus met name door de marginale kosten van kolen en gas. Want je gaat alleen een kolen- of gascentrale draaien, dus stroom produceren. Als je minimaal de marginale kosten goed maakt. En dat betekent de handel in Sparks en Dark Spreads. Dus de spread tussen aan de ene kant de marginale kosten van kolen, aan de andere kant de de, de prijs van stroom. Ja. Mm -hmm. Dus, dus in andere woorden, als de marge te laag is, betekent dat je eigenlijk de stroom long moet gaan, omdat die prijs van hem hoog zou moeten gaan. Mm -hmm. nu, okay. wordt, nu wordt het wat technisch. Ja, ja, ja. ja. ik probeer het bij te houden. Opties gaan handelen. En toen op een gegeven moment, toen het uh, ging viert. Uh, ja. Uh, en toen zijn er heel veel Amerikaanse spelers, hebben zich teruggetrokken uit, uh, uit uh, Europa, ook mijn werkgever. En toen ben ik naar... Uh, toen wil ik doorgaan. Toen ben ik terechtgekomen bij Delta in Zeeland. Delta in Zeeland is een bedrijf wat ook een kolencentrale heeft, een gascentrale. Een enige nucleaire centrale. Maar ja, het was een hele ambtenaarachtige organisatie. Die wist helemaal niets van trading. Dus daar kwam ik terecht iets meer dan minder dan twintig jaar geleden. En uh, nou ja, begint als portfolio manager. En uh, toen uh, kreeg ik volledig de vrije hand. En toen heb ik, uh, werd ik verantwoordelijk om de portfolio te optimaliseren. Dus met andere woorden, oké, okay, uh, we gaan nu uh, in, de, in de forward markt, gaan wij de, de kolencentrale verkopen. Maar wat deed, wat gebeurde er normaal? Er ging de directeur van Delta ging, uh, lekker dik dineren met de directeur van een industrie, industrie in, in Zeeland. En er werd de, stroomprijs voor de aankom werd de stroom voor de aankomende jaren verkocht. Nou prima. Mm -hmm. Maar op dat moment, niet op hetzelfde moment, werd niet de kolen ingekocht. Mm -hmm. Dus met andere woorden, als de kolenprijs door het dak zou gaan, dan levert dat een, een zwaar verliesgevende positie op. Mm -hmm. ja. Dus het eerste wat ik deed toen ik binnenkwam bij, uh, bij Delta is kijken, wat zijn de posities? Nou, het bleek dat ze die, die stroom was al verkocht. Die heb ik eerst gewoon teruggekocht in de markt. En vanaf dat moment zijn we gaan zeggen, we gaan het nu anders doen. We gaan, als wij dus in de voortmarkt de stroomcentrale of de kolencentrale gaan inlokken qua marge, dan wordt de stroom verkocht en op dat moment wordt de kolen gekocht. Dan lok je de marge in. En dat spelletje wat ik al geleerd had bij Reliant heb ik verder uitgebreid bij Delta. En toen ben ik ook speculatief gaan handelen. En het was zo succesvol dat ik voor mezelf wilde beginnen. Nou, in eerste instantie ga je dan een uh, kijkje in de quote. Kijk je wie zou mij kunnen financieren. Ben ik in eerste instantie wat met wat uh, optiehandel, eigenaren van optiehuizen gaan uh, praten. Met, uh, met, uh, toevallig niet met Rob de Vares van IMC, want hij werkt een vriend van mij, dat vond ik gullig. Maar wel met dat soort personen, Jan Dobber. Mm -hmm. En nog wat andere partijen. En die waren wel geïnteresseerd, alleen um, dat was toch een andere manier van... Uh, van, 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 van investeren. Dus het past niet helemaal bij, bij mijn stroomhandel. En toen kwam ik in contact met een, een Amerikaan. Die werkte ook van Optiehuis. Die vertelde mij dat hij wel een geïnteresseerde partij in Chicago wist. Die, wat, dat was een hedgefund. Een multi-strategy mm -hmm. hedgefund. Managed tussen 6 en 7 miljard. Mm -hmm. Handelen vele verschillende markten. En uh, wanneer was dit ongeveer? Het was jaar? in uh, 2005. 65. Oké. Okay, ja. Welke leeftijd had jij toen? Uh, toen was ik, ik weet. Uh, ja, uh, begin dertig. Ja. Oké. Okay. op ja, ja, uh, avontuur. Ja. En uh, dus die waren ook al geïnvesteerd in een andere partij die ook handelde in, uh, in kolen, stroom, kolen, gas, olie, emissierechten. Dus ik in Chicago, businessplan gemaakt. Toen zat ik nog bij Delta. Mm -hmm. En dat uh, nou, was hartstikke goed. Hoeveel, uh, hoeveel geld heb je nodig? Ik zeg 20 miljoen. Dat zegt goed, we gaan investeren in jou. Ja. Dus ik de hele structuur uh, opgezet, laten bedenken door Baker McKenzie. Mm -hmm. uh, structuur via Curaçao, alles neergezet. Uh, ik zou een kantoor huren in het WTC. Mensen waren uh, klaar om te starten. En toen hadden zij in augustus 2005 hadden zij hele grote verliezen in Amerika omdat ze short gas en levering waren gegaan. Toen was er een hurricane Katrina. Mm -hmm. Toen heeft uh, Amaranth uh, vele miljarden verloren omdat ze short gas en levering waren. Toen hebben ze uiteindelijk de deal gecanceld. Mijn cancellation fee betaald. Maar toen dacht ik ja, dit is wel ik wist niets van een hedge fund, maar ik denk van dit is wel inter, heel interessant een hedge fund structuur. Wat een hedgefundstructuur is als volgt. Een hedge fund manager krijgt een management fee en een performance fee. Dus stel, een investeerder geeft je 100 miljoen. Krijg je als manager. Dus ik in dit geval krijg je sowieso 2 miljoen. Mm -hmm. kun je personeel van betalen, kun je, je kantoor van openen. En je krijgt 20% van de winst. En ik had zelf toen eigenlijk nog bijna geen vermogen. Dus ja. Een no-brainer, je krijgt 2 miljoen en je hoeft zelf niets te investeren. En als het goed gaat, dan krijg je 20% van de winst. Stel je hebt 100 miljoen en je maakt 30%, dan, krijg je, dan maak je 30 miljoen winst. En 20% van dat krijg je 6 miljoen. Ja. Too good to be true. Ja, Juist. Een vraag hierover. Want uh, voordat we. Want nu kan het best wel snel gaan. Hè? Het kan zomaar een hokje stik zijn in hoeveel vermogen je daarin opbouwt. Op dat moment, je zegt inderdaad, ik was niet zo vermogend. Wat was je situatie op dat moment? Hoe zag je leven eruit? Was je gewoon continu. 24-7 met werk bezig, had je nog een sociaal leven? Was je al, zat je al in een relatie destijds? Ik had een relatie. Dat is eigenlijk net zoals nu. Toen werkte ik net zoveel uren als nu. Mm -hmm. uh, eigenlijk hetzelfde. Maar precies hetzelfde. Ja, alleen ja. Minder, minder vermogen. Ja, voor ja. de rest uh, identiek eigenlijk. Ik ben natuurlijk nu veel, veel, veel meer ervaren. En bedoel, uh, veel meer kennis opgebouwd. Bedoel, ja. Toen ik 30 was, wist ik eigenlijk nog niks. Want nee. toen ik dertig was uh, ging mijn vader uh, technisch failliet. En toen had ik geen nul vermogen en ik had eigenlijk uh, nul kennis. Nou. ik kon er eigenlijk weinig van betekenen. Dus ja, ook daar weer in, ik vond mezelf laat. En er zijn ook mensen die zijn heel vroeg, heel ver, zoals mijn broer bijvoorbeeld, die is 14 jaar jonger, die was 21, toen, me, toen overleed onze vader. En toen moest hij het bedrijf van mijn vader overnemen. Terwijl die leesblind was en MBO had. Maar goed, op ondernemend gebied is die uh, minimaal zo scherp als ik. Misschien wel scherper. Dus, dus eigenlijk, als je dingen doet als ondernemer, leer je gewoon veel sneller dan als je niet onderneemt. Ja, eens. Dus hoe meer je doet, hoe meer kennis je uh, verkrijgt, hoe meer ervaring je wordt. Dus leeftijd maakt eigenlijk niks uit. Het gaat meer om wanneer start je. En natuurlijk hoe, hoe snel pak je het op. <tus> ja. Ja, en, en denk ik ook zelfs, wat ik ook wel merk, is hoe snel ben je bereid ook echt uh, risico's in zaken aan te gaan. Want je hebt mensen die best veilig ondernemen. En dan heb je vaak dat doen ze een aantal jaar en dan gaan ze daarna meer grotere dingen doen. Uh, maar wat jij zegt, je hebt ook okay, mensen die dat nou, heel vroeg al doen. Um, ja, ik weet niet. Ik vind uh, ondernemen. Zie, iedereen zegt dat ja, je moet risico nemen. Zo zie ik het eigenlijk niet. Oké, okay, interessant. Kijk, ten eerste wat ik nu doe. Waar distributie, dus verkoop van hedge funds, is risicoloos. Investeren mm -hmm. is wel risicovol. Ja. Maar ik, de ene ondernemer neemt meer risico dan een ander ondernemer. Ik ben een ondernemer die niet zoveel risico neemt. Dus mm -hmm. ik, 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 wat wel iedere ondernemer denk ik doet. Kijk, succesvol in iets zijn waar je in investeert, geloven we allemaal wel. Maar ieder ondernemer kijkt wel naar de downside. Wat, wat kan er misgaan? Dus daar moet je als ondernemer naar kijken. Ik kijk er heel sterk naar. Ja. Dus dus ik denk als je gewoon van tevoren goed gaat nadenken wat kan er misgaan, ja, dan vind ik het niet per definitie heel veel risico nemen. Nee. oké okay. Dus je, gaat, je accepteert ja. met wat oké, okay, dit kan er misgaan, maakt niet uit. Hoe sta ik er dan, als dat misgaat, hoe sta ik er dan voor? Ja, ja. oké. Okay, maar goed, er zijn natuurlijk ondernemers die heel succesvol zijn geweest, die hebben wel alle alle action uh, One basket gestopt. En ja. Alle, ja. alles die werden op één paard. Dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja, ja. En maar als je dan meer vermogend bent, zullen ze, dat, zullen ze dat weer minder gaan doen. Dat zou wel heel stom zijn. Als je ja, iets opgebouwd ja. gaan ze alles weggooien. Zo minder vermogen hebt, zou je misschien kunnen zeggen... neem je misschien wat meer risico. More action, one basket. Als je wat uh, meer vermogend bent, kijk naar mezelf. Ik doe nu ook investeringen die ik vroeger nooit zou doen. Bijvoorbeeld, ik heb een, uh, een investering gedaan in Triller. Ja. Dat is een, uh, een concurrent van TikTok. Ze mm -hmm. ja, uh, kan een nul gaan, maar het kan ook... Uh, of 10, 20, 30-voudig. Dat zou ja. ik voorheen nooit doen. Maar ik ga pas meer on uh, risicovolle investeringen doen. dat je wat groter vermogen krijgt. Mm. Ja, dat ja. is ja. okay, interessant. Ja, dus dat is echt iets... andersom. Omdat nou nou ja, het is niet voor iedereen hebt. hetzelfde. Ja. Niet voor iedereen hetzelfde, maar. Ja, je hebt natuurlijk ook wat meer om het maar zo te noemen speelgeld op ja. een gegeven moment je hebt gewoon wat Absoluut. meer vermogen dat je vrij kunt besteden en dat je dan uh, ja wat minder risico afers bent of denkt van ik zie hier een hele grote upside aan als het goed gaat ben je denk ik ook bereid ja, om ja een meer voorbeeld te geven maken. met mijn als je kijkt naar mijn portfolio. dus uh, laten we het vast goed even buiten beschouwing mm -hmm. uh, de meeste fondsen waar ik in investeer die ten eerste kunnen ze in iedere markt geld maken bijvoorbeeld vorig jaar was mijn beste jaar ooit mm -hmm. Uh, een van de managers is maal drie gegaan. En daar heb ik toevallig het grootste gedeelte van mijn vermogen in. Het is, ver, kijk, dat is ver, meer dan verdertigvoudigd in twaalf jaar. Zo. En daar heb ik uh, 300 miljoen voor mijn klanten in. Dus dat, ja. dat is de reden waarom ik vorig jaar uh, het heel hard gegaan is. Mm -hmm. uh, dus de gemiddelde fonds. Als iemand bij mij komt en die wil zeggen: ik wil investeren, dan zeg ik: oké, pak vijf, zes fondsen erbij gespreid. Uh, dan maak je tussen de 10 en 20% rendement. Ik maak meer omdat ik meer geconcentreerd ben. En omdat ik heel veel groot gedeelte van vermogen in de ene meer volatiele manager heb. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ook 5 tot 6% van vermogen in, uh, in early stage blockchain. Ja. Kijk en dat is natuurlijk super volatiel. Kijk de crypto markt, de munten zijn volgens mij de laatste 12 maanden minus 90%. Ja. En uh, dat early stage blockchain, kijk als het weg is, verlies ik 5% van vermogen. Dat is geen probleem. Alleen ik investeer in, um, in de, zeg de beste managers ter wereld. Die doen het al 5 tot 10 jaar. Die managen 5 tot 10 miljard. Die investeren in early stage blockchain opportunities. Very early stage, dus heel goedkoop. Dus de downside is veel minder. Ja. Er zitten weinig losing positions in de portfolio. De upside is dus meer. Ze hebben dus vorig jaar ook lang niet zoveel verloren. Ik gemiddeld 20%, wat heel erg meevalt. En het is een heel licht spreider portfolio. In ieder fonds zitten 300 investeringen. Ja. Ja. Dus zo ben ik actief in, die, uh, in de blockchain markt. Hoe ziet dat eruit? Hè? Want ik denk dat mensen die uh, dit kijken, die zijn wel bekend met gewoon crypto coins, dat soort zaken. Maar je zegt early stage blockchain. Wat voor bedrijven zijn dat? Het zijn bedrijven oh. op heel verschillende uh, 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 segmenten actief. Mm -hmm. Ik bedoel, je hebt uh, 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 bijvoorbeeld, er is iemand actief, Steppen bijvoorbeeld. Dat is een, uh, dat is een digitale schoen. Ja. Er zijn een uh, aantal van mijn onderliggende managing geïnvesteerd. Nou, dwa, uh, de, mijn investeerder had op een gegeven moment voor 100.000 dollar gekocht in een portfolio van 270 miljoen. En het ging allemaal 2000 op een gegeven moment. Dus kun je nagaan met één positie van 100.000. Heb je al. Is die positie al 200 miljoen waard? Wow. Nu natuurlijk weer dik gedaald. Ja. ja. Maar dat soort uh, posities zitten erin. In heel veel verschillende posities. NFT's. Uh, exchanges. Uh, van alles. <tus> alles wat me met uh, blockchain. Fintech te maken heeft. kunnen zijn investeren. En kun je die. Uh, kun je die uitchecken. Uh, cashen. Want ik kan me voorstellen dat iemand ergens een ton in stopt. Als het Goeie. richting 200 miljoen gaat, dan zou ik ergens in ieder geval een deel er weer uittrekken. Van oké, okay, ik neem in ieder geval winsten en uh, kijk hoe het verder gaat. Goeie vraag. Kijk, hedge funds zijn liquide. Mm -hmm. Dus die kunt er snel in en uit. Dit is niet liquide. Dit is okay. meer private equity. En daar zit ook de opportunity dat het uh, illiquide is. Dus early stage, waar je in moet blijven. Ja. Mm -hmm. Zoals dat steppenverhaal kon je natuurlijk helaas niet cashen. Dus die investeerders moeten er een bepaalde periode in blijven. Mm -hmm. Dus dus is meer een private equity structuur, lange, ja. lange termijn. Oké, okay. ja. interessant. Hey, want we vliegen daar nu best wel voorbij. Hè? Ik denk dat iedereen die dit luistert of kijkt, en zelfs veel mensen daarbuiten, wel eens van private equity, hedge funds, dat soort zaken gehoord hebben. Maar toch, met alle films ja, en dingen die we zien. kijken, blijft het best wel een ver van je bedshow. Hè? Je ziet uh, snelle jongens in uh, dure pakken mm -hmm. in films en denkt, ja. ja, ziet er super tof uit. Maar als je dan video's gaat kijken, nou, dan kom je al heel snel hele ingewikkelde wiskundige ja, dingen ja. tegen. Dat soort zaken. Hoe ben jij daarin gerold? Hoe ben je daarin gaan ontwikkelen? Nou ja, goed. Uh, <laughs> iedere keer als ik eigenlijk iets begin, weet ik eigenlijk het bestaan er niet van. Zoals ik al aangaf, toen ik in 2005 uh, de deal had met de Amerikaanse partij, wist ik niet wat een Hedge Fund was. Nee. Ik bedoel, uh... Maar ik had wel, dacht wel, dit is interessant, dus hier ga ik op door. Ja, too good to be true natuurlijk. Ja. Uh, je hoeft niks te investeren. Je krijgt 2% management fee en je krijgt 100, of 20% van de winst. Dus dat ga ik verder onderzoeken. En ik ben wel iemand die, uh, uh, die snel uh, uh, de juiste mensen kan benaderen. Om mij uh, wegwijs te maken in die markt. Ja. Uh, om terug te komen op dat hedge fund. Dus de, de deal werd gecanceld. Toen dacht ik van oké, okay, een hedge fund, fantastisch. Ik weet eigenlijk niet wat het is, ik weet niet hoe het werkt, maar ik ga, uh, ik ga op zoek naar nieuwe investeerders. Dus diezelfde presentatie had ik gebruikt. Ik kreeg van iemand een database waar heel veel wereldwijde investeerders in hedgefunds op, op stonden. Toen was ik van plan om naar Londen te gaan, ik was van plan om naar New York te gaan. Dus ik pak uh, alle e-mailadressen van Londen, die stop ik in, uh, in, de, in de BCC. Uh, Vroeg presentatie toe die ik ook had gebruikt voor de deal met de Amerikanen. En in de subject zei ik: uh, uh, European Energy Hedge Fund Opportunity. Uh, vertel mijn verhaal, we sturen het weg. Nou, wordt vervolgens gebeld door, uh, door een Rus. Dat bleek de portfolio, te manager, te zijn van een uh, groot uh, fonds, multi-strategy fund. Ik zeg: uh, hij noemde de naam. Ik zeg: I don't know. Uh, I don't know the company. He said ja, yeah, we are one of the biggest multi-strategy funds. And, uh, we want to have a research contract with you and we want to invest in you. Ik zeg oké. Maar zij wilden mij een research contract, omdat ze actief waren in emissions. En ik had natuurlijk stand van de markt. En zij hadden een fonds wat investeerde in aandelen, utilities. Dus om dat goed te kunnen begrijpen, waren ze geïnteresseerd in kennis van emissions. Omdat emissions de prijs van stroom bepaalt en de marge van utilities. Zoals Aon en RWI. En ze wilden mij investeren. Kijk, dan stoppen ze er geld in, 20 miljoen is voor niks ten opzichte van vele miljarden, maar ze hebben wel de kennis. Mm. Dus ik naar Londen, kom aan, uh, de Russian Portfolio Manager, ja yeah, de CEO is coming as well. Oké, okay. dus ik zat daar op de raderruimte naast de trade floor. vertel mijn verhaal, de CEO die zegt ja, yeah, we're not going to invest in you, you can work here. Zo, so, zeg no, I'm not interested to work here. Maar ja, op zich was het natuurlijk wel interessant. Je kunt daar miljoenen verdienen als tweede, ja. Maar dat wilde, was niet mijn doel. Ik wilde voor mezelf beginnen. Dus, uh, dus de CEO weg. Dus uh, de portfolio zegt: no, no, no. He's just the administrative CEO. The owner will come to Amsterdam. Dus, <laughs> dus, dus de owner will come to Amsterdam. Dat uh, bleek een van de, de rijkste Belgen te zijn. Okay. Dus ik had een afspraak met hem uh, in het Krasnopolsky. En ondertussen had ik, al, had ik hun al geholpen met, uh, met carbon informatie. En er was een carbon crash ergens in uh, midden 2006. Dus hadden zij al geprofiteerd van mijn kennis. En uh, dus ik met hem gesproken. Uh, best wel in, in detail moet ik zeggen. Slim, hele slimme kerel. Als, als ben je natuurlijk niet zo succesvol. Dan kun je niet zo'n groot multi-strategy fund opzetten. Hij, had, hij handelde zelf aandelen. En toen zijn, hebben zij mij 20 miljoen euro gegeven in oktober 2006. Ben ik gestart. Nou, hetzelfde verhaal met een, uh, een Amerikaanse investeerder, Stuurt naar Amerika. Dat was toevallig Elliot. Elliot is een van de most successful, reputable multi-strategy hedge funds, ook de eigenaar van AC Milan. Okay. Dus in de subject uh, to Paul Singer, dat is de CEO van Elliot, en dan weer uh, European Energy Hedge Fund op het werden gebeld door een portfolio manager. Hetzelfde verhaal. Die, hadden al, die handelden zelf al uh, dezelfde markt als ik. Maar die waren ook geïnteresseerd. Dus ik ook weer een uh, presentatie gehouden in New York. En die waren ook ja. een van mijn investeerders. Mm -hmm. Nou, we hebben de tijd, dus laat ik wat meer in detail gaan. Jazeker. Ja. Dus, uh, dus toen ging ik naar ging ik verder marketen, kwam ik in contact met een partij die heette Dexion. Als dus ik in Londen presenteerde, mijn hele verhaal vertelde. En zei, toen zei ik dus tegen hen, zijn jullie geïnteresseerd om te investeren? Zeiden, no, 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 we are a distributor. Ik zei, distributor, what's is dat? Dat is eigenlijk wat ik nu doe. doe. Mm. Dus als het ware, zij waren een broker en zij konden geld ophalen voor hedge funds. En hun, uh, hun verdienmodel was dat ik dan een gedeelte uh, van mijn visa hun zou betalen. Dat is ook 20%. Dat is, dat is wat ik nu doe. Ja. Dus ik zeg tegen hun: ja, maar waarom zal ik jullie uh, gebruiken? Want ik heb al 70 miljoen commitments. Dus toen vertelden zij mij: ja, maar ja, er zijn 10.000 potentiële investeerders. En uh, je kunt beter waar het eigenlijk op neerkomt, je kunt beter 80% van veel geld hebben dan 100% van minder geld. Dat klopt ja. natuurlijk ook. En dankzij hun heb ik nog vele investeerders op de en zij konden mij heel erg helpen met het opzetten van een hedge fund. Ja, ik had geen idee. Ze hielpen mij met een fund Ze hielpen mij met de operations. Ze hielpen mij met, als je ieder hedge fund heeft, een due diligence questionnaire. Met een paar honderd vragen die je moet invullen. Nou, als je nog nooit een hedge fund hebt gerund, zijn dat natuurlijk hele lastige vragen. Ze ja. dus konden ik best wel een, een, een goede start, een professionele start maken. Ze hebben ook roadshows voor mij georganiseerd. In Amerika, in New York, Chicago. Londen. Toen ben ik dus uh, in oktober 2006 gestart met 70 miljoen. En dan ondertussen uh, ja, personeel, kantoor, WTC, calls, uh, uh, reizen. Hoeveel personeel had je op dat moment? Toen begon ik met, uh, met servieren. Ja, precies. Dus ik had een ja. CFO, risk manager, <coughs> een trader en een analist. Mm -hmm. En ja. ikzelf ik zelf als portfolio manager, CEO. Ja. Zeg, ja. je die mensen dan aangeraden of ging je zelf op onderzoek uit? Nou, ten eerste, de, de risk manager had ik al, uh, dat was een oud collega van Reliant. En die was op dat moment, ik geloof ook in between jobs. Hmm. Ik weet niet precies wat, en dat was een slimme vent. Dus had ik al, voordat we begonnen, hadden we contact. Ik had hem ondertussen ook bij Delta binnengebracht, zodat hij inkomen had en we verder konden bouwen. En uh, de, de analist uh, had ik kwam, kwam uit de markt, die werkte bij een bedrijf in het oosten, slimme jongen, helemaal niet uh, raptable, ofzo, gewoon dat, dat zegt mij sowieso niks. Voor mij is inhoud en hard werken belangrijker dan iemand die raptable is. Ja. En what, what uh, nou, gewoon iemand die de hotshot in de markt is, dus waarom? Oh, zo ja. Ja. ja, ja. ja. En maar wel qua trading uh, qua trader wilde <laughs> ik wel de hotshot binnenhalen, die goed bekend stond. Dus ja. iemand van Eco aangenomen. Dus toen zijn we begonnen in oktober 2006. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Die, uh, want je zegt je hebt dan hotshots, traders en dat soort zaken. Ja. Is dat een beetje een transfermarkt, net als in de voetbal? Van iemand presteert ergens heel ja. goed en dan krijgt hij aanbiedingen en dat soort ja, zaken? Ja, dat was inderdaad vreselijk, <laughs> want uh, de markt was inderdaad heel erg hot. Mm -hmm. Er werden jongetjes van begin twintig die uh, konden, ja, konden wel bij de, bij de grote hedge funds of bij de banken, uh, bij Goldman, JP Morgan, bla bla bla, konden ze miljoenen verdienen. Ja. Dus uh, iedere dag uh, zat ik daar en uh, werd er gebeld. Nam ik de telefoon op. Can I talk to de trader? Dan weet je gewoon dat de fucking headhunter is. Ja. Die jouw fucking personeel aan het benaderen is, weet je. Mm -hmm. En dat is natuurlijk heel irritant. Ja. Dus uh, je moet ondertussen ook zorgen dat je je personeel bij je houdt. Hoe dat, doe je dat? Ja, door rendement te maken. Want als je rendement maakt, is iedereen gelukkig. Krijg je ja. een dikke bonus. Ja. 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 Maar als je op een gegeven moment geen rendement maakt. Dan kun je geen bonus betalen. Dan kunnen ze ergens anders krijgen ze tekengeld ook nog eens een keer. Ja. En dan moeten ze eerst bij mij het verlies goed maken voordat ze een bonus krijgen. Mm -hmm. dus... Ja, dus dat is eigenlijk een beetje van in die hedgefund wereld is het gewoon als het goed gaat, is iedereen blij. Ja, klopt. Maar is dat ook misschien de verwachting? Gewoon van ja, je hoort rendement te draaien. Ja, zeker. En als het slecht gaat, ja, dan stort heel snel het hele kaarthuis zeker. in. Omdat iedereen verdwijnt en uh, je Absoluut. achterblijft met de schuld. Absoluut. Ja, ja, ja. Dat, ik kan me voorstellen dat dat wel een intense uh, ja, omgeving is. Het is ook simpel met geld ophalen. Kijk. Uh... Als een hedge fund manager een rendement maakt, krijgen ze meer geld. En als, als een hedge fund manager, uh, want je kunt er een maandbasis in en uit, uh, geen rendement maakt, gaat geld eruit. Dus maar heel veel managers uh, zeggen wel tegen mij, oké, okay, we hebben nu een slecht jaar gehad, dit is het beste moment om ever te investeren. Nou, ik ben, die, ik ben wel zo slim als iemand die dat kon doorzien. En ik investeer ook wel eens in fondsen die down staan, dat heet die, die een drawdown hebben, bij de meeste investeerders, die investeerders, kijk maar naar crypto. Iedereen investeert als het uh, ja. sky high is. Dat is heel uh, ja. menselijk. Dus de meeste investeerders, ook de institutional investors, die investeren alleen maar wanneer het heel erg goed gaat. Zijn dus timing is meestal slecht. Waarom is dat? Want dat is toch eigenlijk een soort van, op deze manier zoals je nu uitlegt, is dat al vrij eenvoudig in te zien van ja, ga gewoon niet op het hoogste punt. Eigenlijk in. wel. Als je een hedge fund manager hebt met een long term track record en je weet van tevoren dat bijvoorbeeld... Uh, Bijvoorbeeld een van mijn managers waar ik zo succesvol mee ben, bij investeringen en distributie, die maakt, uh, maakte tot voor twee jaar geleden 20% per jaar. En die had een drawdown, dus als je slecht time, kun je 30% verliezen. Mm -hmm. Al 20 jaar lang. En hij is niet gecorreleerd met de markt, kan in iedere markt geld verdienen. Dus eigenlijk als iemand aan mij vraagt, wat is een goed moment? Ik zeg, nou ten eerste, maakt het maakt niet zoveel uit wanneer je gaat investeren, maar hij kan in iedere markt geld verdienen. Maar aan de andere kant... Eigenlijk moest je investeren als je een drawdown heeft van 30%. Want statistisch betekent dat dat het eigenlijk het beste moment is. Ja. En, uh, maar ja, aan de andere kant, kijk op een gegeven moment uh, in 2021. Tot 2021 was het beste jaar ooit, ik geloof 52%. En toen stond hij in uh, midden 2001 stond hij plus 70%. Want toen rende, ging rente omhoog en hij was short staatsobligaties. Dat is waar hij het meest heeft mee verdiend. Toen gingen mensen mij vragen, is het een goed instapmoment? Ja. Toen zei ik, ja, uh, heel moeilijk te zeggen, want hij uh, heeft nog nooit meer dan 50% gemaakt. Hij staat nu 70%. Ja. Wat gebeurde uiteindelijk? Hij heeft 2021 heeft hij met plus 70% afgesloten. En hij stond vorig jaar op een gegeven moment in Q3, stond hij maal 4. 300, uh, 300% in de plus ja. en hij is afgesloten met 200% in de plus, maal 3. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk uh, geluk. <coughs> niet geluk ja. voor de trader, maar geluk om investeerder te zijn. Ja. En kan ik dat dan een beetje, ik probeer het soort van helemaal plat te slaan, hè, naar te vertalen, dus dat is eigenlijk alsof, uh, neem Kilian Mbappé, die voetbal, de, de, de sterren van de hemel, nou, die heeft uh, een aantal weken dat hij minder speelt, waardoor allemaal clubs zeggen, nou, eigenlijk willen we hem niet meer kopen, we zijn niet meer geïnteresseerd. Terwijl als je kijkt naar de daadwerkelijke voetbalspeler die er is, als hij weer opgelapt is, dan is het weer de beste speler van de wereld, zeg maar. Ja, dat is wel vergelijkbaar. Ja. Ja, dus als ja, je ja. inderdaad een voetbalclub zou runnen, dan kun je er mijn man ook geld maken. Ja, ja. Als je kijkt naar AZ bijvoorbeeld, als je gewoon... Uh, ten eerste ja, gaan we weer op een heel ander onderwerp. Maar mm -hmm. Voetbal ook interessant. Kijk, is succesvol zijn in een voetbalclub, wat heb je nodig? Een goed beleid en een goede trainer. Mm -hmm. En als je een goed beleid hebt en een goede trainer, kijk naar AZ. Dan koop je jeugd. En je koopt spelers die eigenlijk goedkoper zijn dan ze zouden moeten zijn. Ja. En dat is ook precies de reden waarom Ajax niks meer presteert sinds Overmars weg is. <laughs> Omdat ze geen goed beleid meer hebben. Ja, 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 ja. ja dat is eigenlijk gewoon dat als je het plat laat, buy low sell high. Voetbalspelers, yes, weet je, als ze ondergewaardeerd zijn kopen, dan kun je het later weer. En dat zelf. Ja, met, 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 met alles met geld verdienen. Ja. Als je geld wil verdienen, dan moet je gewoon beginnen met de inkoop. Scherp inkopen. Ja. Ja, je moet niet het onderzetten kan willen, want dan ben je te traag. Mm -hmm. Maar uh, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Je ja. moet nu niet overal de hoofdprijs voor betalen als je gaat ondernemen, want dan. Uh, kan je, dan kan je moeilijk goed maken. Dan, ja, wordt het wel wat lastiger. Ja. Ja, ja. Als uh, ja. hedge fund, dan, dan, dan ben je één van de vele. Ja. maakt dan goed rendement. Ja. Um, alleen waar de ene persoon geld wint is de andere persoon zijn geld. Dat is niet per definitie. Dat niet zo. Per se zo te nee, zeggen? want... Uh, kom ik terug op die ene manager, die succesvol is, ja. die handelt... Die handelt dat, dat, zijn strategie is global macro. Ja. Dat betekent dat hij vele verschillende markten handelt. Handelt obligaties, handelt uh, currencies, handelt commodities, handelt aandelen. Dus uh, als hij bijvoorbeeld... Uh, uh, als een voorbeeld, hij gaat long aandelen verdienen een hoop geld. En uh, hij gaat uh, short staatsobligaties, de rente gaat omhoog, verdient een hoop geld, dus hij verdient een hele hoop geld. En iemand anders gaat, uh, gaat weer short aandelen, andere aandelen, die verdient er ook weer geld mee. Dus het is dus niet in, zoals ze het noemen in een zero-sum game, dat is niet het geval. Want dan zou iedereen precies hetzelfde moeten doen. Ja. Als iedereen alleen maar uh, bijvoorbeeld Nederlandse aandelen zou handelen, mm -hmm. ja, dan zou dat wel, ja, volgens mij wel gelden wat jij zegt. Ja, oké. Okay. Want dat vind ik wel inderdaad lastig, bijvoorbeeld met crypto hetzelfde. Ja, iedereen, als iedereen vertrouwt in bijvoorbeeld een bepaald soort crypto, dan inderdaad stijgt het heel erg in waarde. En op een gegeven moment gaan mensen denken van, oké, okay, voor bitcoin staat hoog genoeg, ik ga het weer eraf halen. Dan daalt het in waarde. Dan heb je toch altijd een paar mensen die het dus weer met verlies moeten gaan... Uitkomen. Ja, maar ja, ze kunnen ook spreads tussen bitcoin en ethereum doen. Ja. ja okay. Snap je? Dus ja, het is niet zo makkelijk om dat te zeggen. Nee. Nee. Het gaat heel diep die markt, volgens mij. Ah ja, wij, wij kijk, zitten... je, kunt, je moet het met name. Waarom <tie> gaat het niet altijd op? Je kunt spreads doen in de mm crypto-markt. -hmm. In de hedge fund-wereld kun je spreads doen tussen, uh, tussen bijvoorbeeld stroom en gas. Dus, mm -hmm. uh, nou, bijvoorbeeld, uh, ik zeg van de prijs van stroom is de gekoopste van, van, van gas. Ik koop stroom, verkoop gas. Mm -hmm. nou, wanneer win ik? Als de spread groter wordt. Mm -hmm. ja. Dus ja. ik win erop. Maar het kan maar zo zijn dat iemand short gas er ook op verdient omdat ja. de prijs van stroom harder gestegen is dan de prijs van gas. Mm -hmm. Ja, en de ene doet het in dollars, de andere doet het in euro's. Dus dat is okay, niet ja. te zeggen. Ja. Okay. Interessant, interessant. Ja. We hebben dan inderdaad het moment dat je zegt van oké, okay, je bent met die hedge uh, uh, fund bezig. Je bent dag en nacht ermee aan het werken. Je zegt dat het is een van de moeilijkste periodes uh, geweest in mijn eigen oh, leven. Zeker. Je bent daar tot dan... Ja, qua business dan. Qua business, qua, dan, business, hè? qua ja. druk, qua stress, zeker. qua alles wat erbij komt. Ja. Dit hou je vol, om even zo te zeggen, tot 2010. Ja. In 2010 zeggen we op een gegeven moment: van luister, oké, okay, het is toch niet helemaal meer wat ik wil. Ja. En investeerders zeiden: wat je zei, dat komt volgens mij een beetje samen. Investeerders zeiden ook: van oké, okay, ik denk dat het genoeg is. Oké, okay, je wil weten waarom ik gestopt ben. Ja, van wat is er toen in die periode ja. gebeurd? Ja, klopt. En nou, ik had in 2008 was ik een van de best presterende fondsen ter wereld. Toen stortte de hele wereld in. Wij hadden een rendement van 24% met een hele la lage volatilities, dus een hoog uh, rendement op risico. En toen uh, hadden we, begin 2008, had ik geloof ik nog maar twee investeerders, de grotere investeerders. En toen ben ik heel erg uh, fanatiek uh, met marketing begonnen. In eind 2008, begin 2009, omdat wij het zo goed deden in 2008. En uh, ja, het verhaal werd steeds beter. Uh, ik leerde steeds meer investeerders kennen. Ik, ik ben goed in presenteren. Everybody was ready to invest. Terwijl de hele wereld in elkaar stortte en iedereen ging over zijn geld uit halen. Dus heb ik heel veel geld opgehaald in, uh, in 2000, begin 2009. Dus ik geloof dat we op een gegeven moment hadden we. Midden 2008 geloof ik nog maar 30 of 40 miljoen. Dus, uh, de start was ook niet geweldig mm -hmm. en toen groeiden we tot 150 miljoen. De piek van de assets was, geloof ik, oktober 2000, 2009. Mm -hmm. en, uh, maar toen kon ik in 2009 ik geen geld meer maken. Toen hadden we een uh, ja, klein verlies. Dus, uh, en ik werd nerveuzer en nerveuzer, want iedereen wilde investeren, maar het, het lukte niet meer om geld te maken. Word je bloednerveus van, weet je, ja. je wil geld maken. maar het lukt niet echt. Iedere week liep er een klein beetje uit. En toen. Uh, ik had er ook niet echt meer vertrouwen in dat we geld konden maken. De markt was moeilijk. En ondertussen gingen alle uh, strategieën waar ze in 2008 geld hadden, gingen door het dak heen in 2009. Dus investeerders konden ook beter weer investeren in andere uh, strategieën. Omdat, dat ging helemaal door het dak weer heen: aandelen. En noem het allemaal maar op. En, uh, en ik kon het, uh, we konden in 2009 maken van geld. Je kon het personeel geen bonus betalen. Dus alles kwam een beetje samen. Ik had zelf weinig vertrouwen meer in de, in de, in de toekomst. Uh, personeel moeilijker. Investeerders hadden betere alternatieven. Ik zat zelf een beetje aan het einde van mijn Latijn. Mm -hmm. En ik was, ja, dan ben je op een gegeven moment, dan is het tot hier en niet verder. waar ik wel heel goed in ben, ik ben goed in dingen stoppen. Dus uh, ja, voor mij is het niet, niet zo moeilijk om dingen te stoppen. Ja. Dus ik heb vertrouwen genoeg in mezelf om, uh, om wat anders te gaan doen. Hoe doe je dat als je, want je hebt natuurlijk een huisfonds, dus je hebt geld onder beheer ja. van allemaal andere partijen. Um, ik heb bijvoorbeeld nu ook geld onder beheer bij Bitvavo, want daar heb ik wat crypto's gekocht. Uh, of ja. dat nu de beste plek is, dat is. Het is er zijn uh, gewoon tien exchanges en ja, de ene exchange is meer vertrouwelijk dan de andere. Ja. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Maar ik sta nu in het rood, want ik heb best een tijd. Ja, het gaat gewoon niet zo lekker in de crypto. Ja, Als Bitvavo nu zou zeggen: jongens, we kappen ermee, iedereen moet uitcashen, het is klaar. Zou ik denken: ja, dat vind ik best wel jammer, want ja, dan moet ik dus in het rood uitcashen. Hoe doe je dat bij uit? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo wat je zegt. Als zij okay. zeggen, ik stop ermee. En mm -hmm. dat is geen veel uh, of fraude. Dan krijg je gewoon. Uh, kun je transfereren naar andere exchanges. Of je krijgt ja. een cash. Dan kun je weer dezelfde posities ergens anders kopen. Ja. Maar. Dan even, wat was de vraag ook alweer? Ja, de vraag waar ik naartoe wou was van je hebt dan best wel een hoop geld onder beheer. Je zegt jongens, ik ga ermee stoppen. Ja. Uh, stel je voor dat iemand in de rood gaat. Hoe reageren mensen erop? Maar als je dat dus Ja, Dat ja, zijn vragen, allemaal professionele ja. investeerders. Ja. Die krijgen op maandbasis krijg je een, een independent uh, NEV van de fund administrator. Ja. Dus ja, kijk, dat boeit die uh, institutional investor niet. Oké, okay, ik ja. ben onderdeel van een portfolio. Mm -hmm. En uh, ze maken niet anders mee. dat... Dat het gewoon, ja, ze kunnen krijgen. op maandbaas eruit, de maandbaas erin. Je ja. krijgen gewoon de, de cash terug. Wat hun aandeel is in, de, in, de, in het fonds. Ja. Ja. Dus Kunt. dat was een smooth closure. Dus ja. dat, dat gaat allemaal vrij simpel. Wat ik moest doen: posities sluiten, alles verkopen, zodat je alles naar nul gaat, mm. heb je alles cash. En dan wordt vervolgens uh, wordt het cash het aandeel wordt teruggegeven aan de investeerders. Dus ja. ik heb uh, dat was een smooth closure. Dus ik ja. kan iedereen recht in de ogen aankijken en uh, ik doe nog zaken met dezelfde mensen. Dus, uh, dat is goed. Rijk. Ja. Ik uh, was nog wel benieuwd. Oké, okay, in 2006 begin je Hedgefund. Ja, ja. je, je weet eigenlijk niet eens wat het is. Klopt. Dan kom je achter en dan twee jaar later, zeg je net, ben je als Hedgefund, maak je een van de beste rendementen wereldwijd. Klopt. Hoe kan het zijn dat jij in twee jaar, net even komt aankloppen, want twee jaar is best wel een korte periode, ja. en dat jij je onderscheidt van de anderen? Ja, hoe kijk, komt dat? Nou, het komt met name door... Het uh, heeft niet zoveel te maken met hoe lang je een hedge fund runt. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je kennis van de markt hebt. En we hadden natuurlijk... Uh, kijk, hoeveel jaren kennis van de markt, van die markt, uh, al... Ik uh, denk. Zeven jaar. Hè? Dus dat is belangrijk. Daarnaast is natuurlijk... Uh, de markt moet ook meezitten. Kijk, toen ik bijvoorbeeld begonnen... In oktober 2006 hadden we gelijk een uh, verlies van 10%. Iedereen werd bloed nerveus. Ja. En uh, we hadden begonnen met 70 miljoen. En we hadden eigenlijk één grote positie. Dat was uh, long de Nederlandse stroommarkt en short de Duitse stroommarkt. Dus dat was een spread positie, dus niet zo'n risicovolle positie. Maar de positie in Nederland was zo groot omdat wij best wel veel geld hadden. Dat de, de eigenaren, de managers van de Nederlandse Power Exchange, dat jongens doe je het rustig aan, want jullie hebben een hele grote positie. Mm -hmm. Maar ja, hadden wij tegen de Duitse positie aanstaan. Dus wij gokten erop dat de Nederlandse stroomprijs hoger ging dan de Duitse stroomprijs. En de bodem van die spread was geloof ik altijd 4 euro. En de, de upside kon wel tot 30 gaan. Mm -hmm. Dus wij vonden dat uh, een positie met uh, limited risk en uh, hoge upside. Dus zeg... Of verkocht dat op, ik weet het niet eens misschien op, nou zeg op vier. We zagen hele beperkte downside en het kon wel naar dertig gaan. Als dat gebeurde dan, als dat toen was gebeurd, mm -hmm. dan hadden we vanaf dag één waren we de heroes geweest. Ja. ja. En dus dat, het maakt niet zoveel uit. Je moet gewoon een beetje mazzel hebben met, met de markt. Ja. ja, om een ander voorbeeld te geven. Een van mijn andere fondsen waar ik geld voor ophaal. Die... Handelt precies dezelfde markt als ik deed. En die heeft in, een paar jaar geleden was de emissionsmarkt ging sky high. Had hij eigenlijk één positie. Ik had een heel mooi verhaal van ik handel dit en ik handel dat en ik handel dat. De investeerders vinden het allemaal fantastisch. Maar ik kan het makkelijk doorzien. Uiteindelijk had hij eigenlijk alleen maar exposure in een long emissions position. Hmm. En toen heeft hij een rendement gemaakt van 50%. En toen heeft hij zelf, het fonds maakte het geloof ik 200, 250 miljoen winst. Hij was helemaal de held. En hij zelf, zelf 50 miljoen verdienen. En toen stond ik met hem op een conferentie in Miami, altijd begin van het jaar. Ik zeg: ja, listen, your one position, sooner or later, you'll blow up. Ridiculous. Maar ja, had ondertussen dus die 50 miljoen verdiend. En dat jaar daarna had hij een drawdown van 60% inderdaad. Met precies dezelfde positie. Ja. Dat is ook de hedgefundwereld. Ja. Is dat voor hem dan een probleem? Naast het feit dat het natuurlijk voor de hedgefund een probleem is. Maar hij heeft het jaar daarvoor 50 miljoen ja. opgestreikt. Je gaat een nieuw boekjaar in. Hij hoeft niet, denk ik, dan op dat rendement van vorig jaar weer terug te gaan betalen wat hij nee, verdiend klopt. heeft. Nee, nee, dat heb je helemaal is, gelijk. Dus hij hem. steekt het in zijn zak. Ja. Dat is ook het uh, vervelende wel van de hedgefundstructuur. Ja. Binnen is binnen. En uh, dan had hij inderdaad... Maar ja, als je zo'n draw dan hebt, kun je zeggen ik stop ermee. Hij ging door. En dan heeft hij nog, uh, nog één of twee moeilijke jaren gehad. En ja. vorig jaar, niet vorig jaar, heeft hij geloof ik 50% gemaakt. Dan staat hij hier, ik zal eens <laughs> Kijk, netjes eens kijken. Uh, Aantekening erbij. Hè? Ja, dit is gewoon mijn overzicht van de fondsen. Kijk, oh ja. In, 2009, in 2018 had hij 53,6%. Dat was dat ja. de Jongkarmezoet. Heeft hij in 2019 50% verloren. Mm -hmm. Dus alle investeerders liepen eruit. Ja. 2021 nog een moeilijk jaar. Minus 4%. Alle investeerders lopen eruit. Ja. Bijna al het geld eruit. En toen heeft hij in 2021 147% gemaakt. Zo. En vorig jaar weer 31%. Ja. Okay. Dus aan nu heeft hij weer, had toen denk ik een miljard onder beheer. nu heeft hij 387 miljoen onder beheer. Ja. Dus dat is het ook bij uh, hedgefunds. Ik ben ene dag bij de hero dan volgende dag bij de loser. En je kunt weer de hero worden. Maar wij zo'n man, hè? Want. Het is best wel, het gaat echt wel alle kanten op. Ik bedoel 50 ja. plus, maar 50 kijk, min. Uh, commodity is het meest volatiele ja. product wat er is. Ja. Okay. Maar is er dan, kun je dat dan voorspellen? Want als ik zulke uiteenlopende de resultaten, kan zo'n iemand dan zeggen, ik heb een strategie die ik, waar ik echt op de lange termijn een voorspelling op kan doen? Of is het eigenlijk ook nee. misschien een beetje gokken? Alles, uh, niemand kan ooit wat voorspellen. Nee. Over waar je risico neemt. Ja, valt eigenlijk niet te voorspellen. Je kunt ja. een idee hebben waardoor jij denkt dat je geld kan verdienen, een bepaalde strategie. Klopt, mm -hmm. als jij gelooft, mijn Global Macro Manager, geloofde uh, twee jaar geleden dat de rente omhoog zou gaan, wat ook gebeurd is, mm -hmm. de laatste twee is rente omhoog gaan. En als je dan short staatsobligaties gaat, ja, dan werkt het, dan kun je een hoop geld verdienen. Ja. Maar niemand kan het voorspellen. Ja, oké. Okay. En je kunt alleen maar de risico's vo voorspellen, ja. want de risico's worden bepaald. Met name door hoeveel risico je neemt. Hoe groter de posities, hoe meer risico je neemt. Ja. Ja. Wat maakt dan een goede hedge fund manager? Want als je naar ja, deze meneer ja. kijkt en je kijkt naar één van zijn jaren kun je zeggen: ze nou, bak er niks van, want hij doet 50% ja. in de min en daar ja, slaat ja. het op. Maar het jaar daarna doet uh, hij dan volgens mij 147. Ja, dan zou je kunnen zeggen ja. die man is geniaal. Nou, iedereen is op zoek naar iets anders. Maar waar ik naar op zoek ben en waar de meeste investeerders naar op zoek zijn, is, uh, is het volgende. Voor mijn eigen investeringen, en dat vinden mijn investeerders ook leuk. Ten eerste, een goede manager is een manager die eigenlijk al tientallen jaren ervaring heeft in een specifieke markt. Waar met name hij, zij, zie je niet zoveel. Ja, nee. Sorry. Zijn die er wel? Uh, heel weinig. Ja, okay. Ik heb eigenlijk nog nooit een uh, vrouwelijke hedge fund manager gesproken. Dus als je gaat alleen maar gaan investeren in een vrouwelijke hedge fund manager, ben je niet goed bij je hoofd. Daar zijn ze ook. Zelf als je alleen maar... Zelf dat de mensen alleen maar vrouwen aannemen, Dan denk ik ja, waarom zou je alleen maar vrouwen nemen? Ik moet naar kwaliteit kijken. We nu dwalen weer af. Ja, ja, ja. Laten ja, ja. we daar niet over beginnen, <laughs> onder. anders wordt dit ook weer gecanceld. <laughs> dus, uh, maar goed, een goede hedge fund manager is ten eerste, iemand moet naar mijn mening tientallen jaren ervaring hebben in de space waar hij handelt. Ja, dus om, waarom? Dan ben je door verschillende cycles heen gegaan, Dan heb je alles eigenlijk al meegemaakt. Dus de, me, de beste hedge fund managers zijn vaak al uh, 50, 60. Ja. En die zijn vaak zo uh, autistisch dat ze het alleen maar leuk vinden om te traden. Dus ze gaan waarschijnlijk hun hele leven door met, met trading. En ze worden steeds beter, dat is één. Ten tweede wil ik dat ze een, een, het fonds moet een long-ordered long track record hebben. Mm -hmm. Want dan staat er echt op, op maandbasis krijg je in de waarde van de portfolio van de NIV... Van de fund op jaarbasis krijg en een annual audit. Alles wordt gecheckt. Dan staat er echt zwart op wit dat hij succesvol is geweest. Mm -hmm. In plaats van iemand die gewoon maar wat handelt voor iemand wat helemaal niet gecontroleerd wordt. Ja. Daarnaast moet hij uh, voldoende geld hebben. Want als hij niet voldoende geld heeft, dan heeft hij een business risk. Kan hij niet de juiste mensen betalen. Ja. Uh, ik, ik wil investeren in, met name in managers die in op- en neergaande markten geld kunnen verdienen. Dat, dat is wat een hedge fund zou moeten zijn. Dus Bijvoorbeeld, Early Stage Blockchain is geen hedge fund, want die verlies heeft vorige geld verloren. En die is positief gecorreleerd met de markt van crypto. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus non, niet gecorreleerd geld kunnen maken op en neergaande markten. En een hedge fund moet liquide zijn. De meeste hedge fund kun je op maandbasis in en uit. Ja. Uh, dus ik werk alleen maar samen en ik investeer alleen maar in dat soort managers. Nou, er zijn 10.000 hedge fund managers. En als je gaat, ik heb een database. En als ik dan ga selecteren op die uh, criteria, dan nou zul je verbaasd zijn hoe weinig... En ook nog, even, wat natuurlijk heel belangrijk is, we alles beginnen met rendement. Ja. Ja. Dus ik wil dat ze een analyse return hebben van minimaal 10%. Mm -hmm. En ik vind het ook belangrijk dat ze de laatste paar jaar geld hebben verdiend. Nou, we hebben natuurlijk super moeilijke jaren gezien. Mm -hmm. Vorig jaar was moeilijk. Aandelen down 20%. Mijn fonds derde het fantastisch. Twee jaar geleden corona. We hebben de meeste wel rendement gemaakt, maar ging het zo. Mm -hmm. Dus ook ze moeten bewezen mm -hmm. hebben dat ze in die markten gewoon geld hebben kunnen maken ja. en, en niet ja. gecorreleerd zijn met bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Maar als je dan om terug te komen weer gaat selecteren in die database, dan blijven er heel weinig fondsen over. Dus ik ben zelf van tien fondsen geïnvesteerd. Ik krijg nu wat, uh, wat geld weer om te investeren. Dus ik heb nu weer een uh, search gedaan. Ik er ik zijn niet van tien fondsen waar ik mee praat. Ja. Waar ik in ga investeren ga waarschijnlijk in vijf van die fondsen investeren. Dus het is heel moeilijk om... Uh, voor mij al om 15 goede fondsen te vinden. Ja. Ja. Ik was wel heel benieuwd naar, want ik, ik zag dat ook jullie werken vanuit, uh, uh, vanuit jullie bedrijf, MG Investments, um, met volgens mij twintig 20 hedge fund managers. Ongeveer, ongeveer ja. En ja. werk tussen de 10 en 20 managers. <kijf> ja. ja, dat is dus wat jullie kunnen bieden aan de institutionele beleggers waar jullie je zaken mee doen. Hè? Ja. Je bent niet in al die partijen zelf, uh, heb je daarin belegd? Nee, maar wel de, meeste, wel de okay. meeste. Hoe komt het dat je dan toch dat er een aantal zijn die wel aanbiedt, maar dat jij zegt: van daar ga ik niet in? Nou ja, um, bijvoorbeeld die commodity manager ik zelf niet in, omdat ik zelf wat volatiel vind. Okay. Ja, ja. En sommige institutionen funds willen per se een dergelijke commodity manager hebben. Gisteren hmm. is er een Call geweest, dus een groot pension fund in, in Amerika en deze commodity manager die beginnen meestal met investeringen van 20 miljoen. Ja. Die kunnen wel een goede reden hebben om in hem te investeren. En om een ander voorbeeld te geven, er zijn ook één of twee fondsen waar ik zelf. Ja, twee fondsen waar ik zelf in geïnvesteerd ben, maar dit niet kan distribueren, niet kan verkopen. Eentje is Third Point. Daar mm -hmm. zit ik nu anderhalf jaar in, maak 20% per jaar. Mm -hmm. Kan ik niet verkopen. Manage vele, vele miljarden. Hebben mijn hulp dus niet nodig. Maar dat is vorig jaar mijn slechtste investering geweest. Ja. Die was vorig jaar de 20%. Ja. Dus. Uh, maar goed, als je gaat naar een andere uh, klantenkring, de ondernemers, die varen wel veel meer blind op mij. Die vragen mij: waarin zou jij investeren? Ja. Nou, die investeren wel eigenlijk identiek zoals ik. Ja. Vind je dat ja. lastig dan? Want dat is natuurlijk ook wel weer misschien een. Want je bent eigenlijk geen fondsenmanager. Hè? Jij gaat niet bepalen voor mensen waar ze hun geld in stoppen. Klopt. Maar mensen komen wel bij jou met hun geld. Ze okay. brengen het dan niet direct bij jou onder. Maar misschien denk ze wel van ja, maar Marcel, je hebt dit nu gezegd. En nu, ja. uh... Goeie vraag. Kijk, ten eerste, kijk voorheen deed ik geen zaken met uh, High net Word ondernemers. Omdat ik... Uh, die zijn vaak meer emotioneel. Dus als een institutional vester uh, geld verliest, dan zullen ze hem daar nooit uh, persoonlijk op aankijken. En, een ondernemer zou dat veel eerder doen. Ondanks het feit dat je van tevoren zegt, je kunt ook geld aan geven, je legt risico's uit. Dus ik ben heel voorzichtig met uh, mensen die bij mij gaan investeren. Dus ik wil bijvoorbeeld dat ze minimaal 1 of 2 miljoen net worth hebben. Mm. Uh, ik, wil, ik wil dat ze een aantal fondsen kunnen investeren, want die kunnen natuurlijk net het verkeerde fonds kiezen of net de verkeerde timing hebben. Uh, en ik vind het gewoon, ik, ik rem het eerder af voor hun dan dat ik het aanmoedig. Ja. want het moet een klein de hedge fund investeringen bij mij moet een klein gedeelte van hun net worth zijn. Ja. Want er kan altijd iets gebeuren dat niemand van mogelijk houdt. Kijk, de kans op fraude is klein. kijk naar Madoff. Ja, het kan. Hartstikke leuke documentaire om te zien. Ja. Uh, je kunt er kan een bank omvallen waar ze zaken mee doen. Je kunt altijd kan altijd iets gebeuren waar wat niemand ooit van mogelijk heeft gehouden. Dus ik zeg altijd tegen iedereen, stel je investeert dit en je bent morgen al het geld kwijt. Hoe voel je je dan? En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor mijn grootste investering. Ik, ik denk bij mezelf, oké, okay, dit is zoveel geld, groot gedeelte van mijn portfolio. Wat gebeurt er als het weg is? Mm -hmm. Kan ik nog eens steeds hetzelfde leven leiden? En dat zou je voor iedere investering moeten doen. Ja. Ja. Dus ja, ik rem ze eerder af dan dat ik ze... Alleen de laatste tijd doe ik wat meer zaken met ondernemers. Ten eerste, twaalf jaar geleden, uh, de eerste ondernemers, Heiner Doord was mijn broer en zijn vrienden zijn gaan investeren bij mij in hetzelfde fonds waar we allemaal zo succesvol mee zijn boer is ook maal uh, die is met een, met een ton begonnen Het is nu meer dan 3 miljoen waard ja. en uh, vrienden zijn aangesloten nou ja dan krijg je een mond op mond reclame steeds meer mensen komen bij en, en ik ben de laatste tijd uh, wat zichtbaarder geweest met, uh, video bij pure luxe waar ik zelf niet in beeld was nee. Ideo bij Drivers Dream, waar ik meer in beeld was en meer mensen mij gaan volgen. Mm -hmm. En iedere dag word ik ook benaderd door mensen die dat zien. Een paar weken geleden was ik bij Working Rebels. Ik ben, heb zelf wat filmpjes uh, gepubliceerd. Dus ik heb nu uh, ook een YouTube uh, page gemaakt. Ja. Met name voor die ondernemers, dat ze wat filmpjes kunnen zien, dat ze snel, iets sneller begrijpen wat ik doe. En... Ja, jij bent ook van de persoonlijke aanpak volgens mij. Hè? Ja, heel persoonlijk. Want ik zag, ik zat door je TikTok heen te scrollen en toen had iemand gereageerd. van ja, ja. Hé hey Marcel, uh, lang niet gezien. Ik heb jou een uh, tijd lang geleden gesproken. En toen reageerde Klopt, ja. jij. Oh ja, dat was, nou ik zeg maar, wat 11 december 2004. Uh, op deze en deze beurs. Oh ja, daar was het. En zo. Toen ja. dacht ik zo. Oh, dat is wel echt, zeg maar, je hebt scherp wie dat is voor iemand die gewoon reageert op TikTok. Nou ja, kijk, ten eerste ben ik de. Ja, klinkt een beetje arrogant. Het meest gestructureerde persoon een georganiseerde persoon. Ik bedoel. Het is gewoon zo. Mm -hmm. Ik had bijvoorbeeld een financiering gedaan bij een bank, en er was iemand die wel eens 30 jaar bank aan het reorganiseren. En die zei: ook, ik heb er nooit iemand tegengekomen die de zaken zo goed voor elkaar heeft. Dus alle administratiedocumenten, ook qua vastgoed. Mm -hmm. Ik heb overal vergunningen, dat heeft ook niemand. Ja. Dus ik ben heel erg gestructureerd. Dat moet ook wel. Als je met 3000 potentiële investeerders praat en. Zit ook in me. Dus uh, om terug te komen op die vraag, die persoon was een, een investeerder bij een fonds in Zwitserland, had ik in 2006 ontmoet. En ik bewaar alle e-mails die belangrijk zijn, dat moet ook vanwege regulatory. Ja. Ik kon precies zien wanneer ik hem had gesproken. <kijf> Vandaar dat ik precies die datum noemde. En ik is ja. voor mij is alles makkelijk terug te zoeken. Ja. Maar goed, ik ben wel van de persoonlijke aanpak. Ja. ja. Oh, ik ben uh, heel accessible, zeven uh, dagen, 16 uur per dag kunnen ze mij gewoon benaderen. maakt mij niet uit wanneer iemand uh, mij benadert, ik reageer al tegelijk. Op, ja. op mijn e-mail bijvoorbeeld, en dat is mijn kracht, snelheid. Maar ja goed, er zijn wel meer mensen die zo acteren. Ja, ja, ik zeker. vind het wel prettig, ik kan er niet tegen, daarom vind ik het ook vreselijk om met... Uh, met uh, als ik iets met een bank moet hebben, dat er iemand of drie dagen in de week werkt, of uh, ja, in het weekend ja. iemand daar. al mijn investeerders kunnen mij gewoon zeven dagen in de week een, een mail sturen en ik reageer eigenlijk altijd binnen een uur. Ja, ja. kijk, dat is prettig. Maar waarom ben ik ook snel? Kijk, als je zo druk bent, als je dingen aan het liggen, dan zit het in je hoofd mm -hmm. en dan voel je ook niet prettig. Ik wil gewoon iedere dag alles wegwerken en ik word nerveus als ik weet dat mijn inbox vol stroomt en nog, nog heel veel moet doen. Ja, ja. snap ik. Ja. Is, ah, ook, dan... is ook letterlijk wetenschappelijk volgens mij. Jij bent wat meer thuis in het brein. Bewezen dat als je open taken hebt staan. Dat je je brein veel minder rust ja. en focus kan ik even net verlet? Uh, ja, ja, okay. ja, zeker. Yeah, geen yeah, probleem. Ja, okay. ja, waar hadden we het over? We het eventjes dus over. Iets met brains had jij het over. Brains over getting things done. Ik zei van ik wil alles uit de weg hebben iedere dag. Ja, ja, is ja. mijn hoofd leeg. Van ja, ik oh, ja, was nog wel benieuwd naar nou, inderdaad. Het is dus gewoon een strategie. Getting things done. En zorg er zorgt gewoon voor van op het moment dat iets in je hoofd komt. Schrijf het gelijk ergens op. Maar in het systeem. En één keer op een dag, vijf minuutjes, ga je dat systeem dan langs en dat geeft je een plekje. Bijvoorbeeld in je agenda. En dan geef je gelijk een taak erbij. En hoef je niet meer naar om te kijken. En dan heb je het ook niet meer in je hoofd zitten. Dus je haalt het uit je hoofd en dan in je systeem. Ik doe het nog sneller. Ik doe gewoon gelijk alles. Ja, dat is helemaal Er zijn maar heel weinig dingen die ik. Uh, die nog moeten. Ja, ik moet doe heel veel op een dag. Maar er zijn ja. heel weinig. Ik zet in mijn agenda zet ik wel dingetjes. Dus maar uh, ja, eigenlijk doe ik alles gelijk. Kijk, als je zoals hier zit ik dan straks. Ik weet niet hoe we zitten nu alweer uh, bijna twee uur te praten. En volgens mij we nog genoeg te vertellen. Ja, ja, ja. Maar als ik dan straks thuis kom, dan is mijn inbox weer vol. En dan kan het zijn dat ik uh, ook nog even vanavond moet werken. Ja. Ja. Dus ik doe alles gewoon gelijk. Ja. Want als ik het niet doe, dan heb ik morgen nog een groter probleem. Ja. Uh, ja. Neem je wel eens een dag vrij? Nee, nooit. Ik, nee. Ik vrij. Ik word bepaald door uh, de drukte van een ander. Bijvoorbeeld ja. tussen. Kijk, met, op Kerstdag is het niet druk, want niemand stuurt mij een mail. Nee. En tussen Kerst en Nou, nu is het ook niet zo druk. Heb ik het niet zo druk? Mm Hetzelfde -hmm. in uh, juli, augustus. Ja, ja Kijk, precies. Kijk, uh, en zelfs met huurders uh, zou je denken: van, uh, dat maakt niet uit. Maar zelfs die, die als een, 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 uh, iets het niet doet, dan uh, op een of andere manier sparen ze het ook op of zo. <laughs> ze <laughs> dus, op één uh, moment. Dat is echt zo. Dus, uh, ja. Afgelopen maandag had ik in één keer een aantal dingetjes uh, in de huizen. Denk ja, die, hebben die sparen het dan ook op. Ja, ja, ja ik, ik ja. huur zelf een woning. En ik ja. doe echt letterlijk exact dat. Ja. Gewoon, in ieder geval meer. Mijn vriendin zegt wel altijd mail nou, mail nou. Maar ik heb altijd zoiets van. Ah, ja. En dan op een gegeven moment heb ik vier dingen. En denk ja oké, okay, nu is het wel kut. Nee, maar nu dus... moet ik wel even een mail sturen. Dat klopt. Ja. Maar dan is daar weer een voorbeeld over gegeven. En dan word ik benaderd door huursters. Ja, we hebben schimmel. Hmm. Want de ventilatie doet het al heel lang niet goed. <laughs> ik zeg ja, moet je even luisteren. Ik zeg uh, je moet mij gelijk benaderen als de uh, ventilatie niet goed doet. Want dat is mijn verantwoordelijkheid. Ja. En ik wil gewoon de huizen 100% voor elkaar hebben. Ja. En uh, nu hebben we andere problemen, nog sterker. Soms gaan ze wel als ja, als je echt vervelende huurders hebben, zeggen ze ja, je hebt schimmel en uh, dit en dat. Zeg jij jullie probleem? Jullie melden niet dat de ventilatie niet goed doet. Ja. Of jullie zetten het ventilatiesysteem niet aan omdat je te veel herrie vindt maken. Je, ja. dat soort dingen. Ja. Ja. Dus dat is maar mooi, ik ben ja. overal, ik zit overal bovenop ja. en uh, ben scherp. En, uh, het is echt ja. denk ik wel een beetje ook wat uh, wat Nederlands. Als in van Nederland zien gewoon mensen die vastgoed beheren of vastgoed bezitten. Heel snel in het slechte licht. Want wat jij zegt is natuurlijk oh. super logisch. Van ja, okay. zet gewoon a, de en a, en a, aan. een aantal dingen. Ten eerste, de huurder wordt nergens zo goed beschermd als in Nederland. Dat is één. Ja, klopt. Dus dat is al een belangrijk punt. Um, de media en de politiek zetten uh, de vastgoedbeleggers heel slecht neer als huisjesmelken. Nou, ja. daar voel ik me heel erg op aangesproken. Want uh, een huisjesmelker is op zich negatief. Ja. Terwijl merendeel van de particuliere verhuurders gewoon. Uh, uh, goed verhuurde goed huurders zijn super blij. Mm -hmm. uh, dat vind ik heel vervelend. speelt nu heel erg, zelfs in Rotterdam zijn er geloof ik posters uh, die ja. Ja, bijna aanzetten tot haat naar de, naar de particuliere ja. verhuurder. Ja. En nu moet Hugo de Jonge is het helemaal erg geworden. Ja. Dus die maakt het uh, investeren in, uh, in vastgoed voor de particuliere belegger helemaal onmogelijk. Door ja. het middel van verandering van uh, van de puntentelling, waardoor nog, min, nog minder huizen in de vrije sector terechtkomen. En on top of that wil onze vriend uh, meneer Van Rij wil ook nog box 3 aan gaan passen, waardoor er nog minder, dat is on top of dat, ja. dan heeft het al helemaal geen zin meer om te gaan investeren in, uh, in vastgoed. Zie je ja. nu ook al redelijk toch dat heel veel onzekerheid. Wat, wat je nu heel uh, erg ziet door de onduidelijkheid en door de, uh, door de verandering in regelgeving en door de aankomende verandering in box 3. Dat de ontwikkelaar helemaal niks doet. Want er is onduidelijkheid. Door Huren de Jongen gecreëerd. Ja. En um, alles wat nu terug. Wat vroeger vrije sector was. Waar je als verhuurder dus kunt vragen wat je wil. Wat nu. Waarschijnlijk gaat terugvallen in het middenhuur. Dus dat je beperkt wordt. Dat gaat de, de. Zodra de huurder eruit gaat. Kan de verkoper. Kan niet verkopen. Mm -hmm. Ja, want als jij bijvoorbeeld nu 1500 euro vangt. En de kostprijs is, is 1300, maar nu dan mag je nog maar 1000 euro vangen, verlies je 300. Ja. Dus, dat gaat, dus dat betekent dus dat de huizen die terugvallen in, van de vrije sector in middenhuur worden verkocht. Wat je, wat je vanochtend ook las in een artikel. Ik heb toevallig ja. nog een artikel gevoerd op mijn LinkedIn-pagina. En, um, en uh, wat ik zeg. Uh, ik ben dit kwijt. Oké. Okay. Maar goed, nee, Geen probleem. Oh ja. De, dus minder, Er komt minder huuraanbod, mm -hmm. waardoor de huurprijzen gaan stijgen. Ja. Dus de huurprijzen gaan stijgen als gevolg van het averechtse beleid. En er komen minder koopwoningen bij. Hugo de Jonge wil 100.000 woningen per jaar bouwen. Terwijl er geloof ik dit jaar geloof ik 400.000 immigranten bijgekomen zijn. Dat kan sowieso, sowieso niet. Mm. En hij kan het wel willen, 100.000 woningen bijbouwen. Maar er is niemand, bijna niemand die wil gaan bouwen. Nee, dat is dat niet Als aantrekken. gevolg van de averechtse regelgeving. Ja. Dus er wordt één groot drama en wie zijn daar de dupe van? Iedereen. Ja. Iedereen is daar de dupe van. Dus niemand heeft daar een voordeel aan. Ja. Mm. Niemand. Ik kan me niet iemand voorstellen, ja, iemand die toevallig een woning in de middenhuur kan uh, huren, die toevallig uh, een paar honderd euro minder kan gaan betalen, maar dat werkt ook niet. Want zodra die huurder, totdat hij erin blijft, moet hij de oude huur betalen. En zodra hij of zij eruit gaat, wordt het huis verkocht. Ja, ja. Dus het zijn alleen maar verliezers. Ja, en het is ook dan heb je dus ook. Maar anders... laat me er nog één ding over zeggen. Ja. Kijk, dan zou je denken van, de zouden uh, uh, politici van andere partijen zouden zo slim zijn om dat te doorzien, maar dat uh, blijkt ook niet het geval te zijn. Waarom niet? Dit is puur dat is het hele probleem van de politiek. Dit is puur uh, populisme. Mm -hmm. Dus mensen doen iets waarvan zij denken dat de kiezer het leuk vindt om te horen. Dus uh, huisjesmelkers slecht wegzetten. Maar het leidt uiteindelijk tot uh, problemen in de toekomst. Dus ze denken alleen maar op korte termijn aan een eigen baantje. Ja, ja, dus dat is uh, dat, dat is, is een probleem. Dat is een probleem voor de woningmarkt. Maar ja, dat geldt ook voor andere onderdelen. Wij zaten daar uh, toevallig vorige week met Wiebren van Haga. Oh ja. Ja, die had daar ook wel het een en ander tegenover. Zat op hij om hier te ook? Zeggen. ja. ja, ja. ja, ja. Interessant. Ja, die had ja, daar ook. En die is natuurlijk zelf wel zeer ervaren. En ook. heel veel zijn, woningen. Ja, ze zijn centjes in woningen zitten. Ja. Ja. ja, die heeft daar wel een duidelijke mening over. over ik denk een qua woningen overal precies hetzelfde over als ik. Ja, dat denk ik. En dan ik kunnen ze hem ja. wel wegzetten als, uh, als weet ik ook, ze wegzetten als wappie of als, uh, ja, als huisjesmelker. Ja, Huis ja, maar maar moet, ja. kijk, dus je moet. Kijk, je moet niet. De concurrent van Wibren moet niet gedreven zijn door. door jaloezie. Die moet gedreven zijn door het feit wat is goed. Uh, voor de Nederlandse bevolking, voor de Nederlandse arbeid. Dat, dat moet voorop staan. Niet, ja. niet wat op korte termijn scoort en niet hun eigen politieke carrière. Nee, wat is goed voor mm -hmm. Nederland. Ja. Waarom denk je dat Hugo dit stimuleert en zo'n regel erin wil duwen? Ik denk dat hij persoonlijk heel graag in de aandacht staat dat ja. het hem niet zoveel uitmaakt als het wel of niet op lange termijn werkt. Dat hij het heel hartstikke, uh, hartstikke interessant vindt om iedere dag maar voor op de krant te staan. En Dat hij uh, het helemaal niet zo vervelend vindt om alleen maar kritiek te krijgen. Ja, ik, kan je, niks, uh, ik kan niks anders verzinnen. Nee. Want het, het werkt voor niemand positief. Voor niemand. Wat de, de, de verandering regelgeven, wat hij ervoor staat, werkt voor niemand positief. Nee, nee. Dus als, ja, geef mij een andere reden. Mag hij mij een andere reden aangeven? Ja, ja. Nou, ik weet niet waar. Ik heb daar niet zoveel kennis over. Ja. Wat ik nog zou kunnen bedenken, is bijvoorbeeld voor een Jaro en voor mij. Dus een ondernemers, we verdienen straks nog meer geld. En dan denken we van oké, okay, wat gaan we met dat geld doen? Oké, okay, ja, vastgoed was vroeger altijd de optie, zoals zeker, je al zei. Je hebt honderdduizend gulden, kop je zeven pandjes van Amsterdam. Heel leuk. Klopt. Tegenwoordig kan dat dus helemaal niet meer. Kan wel, het heeft geen zin. kost geld. Ja, precies, ja. het is geen goede, Dit is een soort van goed doel geworden. Ja charity. Ja, yes. Charity is geworden, inderdaad. Ja dus het kan ook zijn dat ze dus van Hugo en zijn vriendjes als ze zeggen van luister willen het eigenlijk gewoon helemaal niet meer interessant maken voor nieuwe mensen om überhaupt iets met vastgoed te gaan doen dat willen ze ook ja dat is ook geen probleem dat is prima alleen wat wil je ermee bereiken dus uh, je dupeert dus inderdaad de vastgoedbelegger ja. ook geen probleem de vastgoedbelegger kan zijn vastgoed verkopen je kan gewoon bij mij langskomen. <laughs> ja. En dan kan hij in mijn fondsen gaan investeren. Dan maakt hij een veel beter rendement. Ja. En uh, je ziet veel uh, investeerders naar het buitenland vertrekken. Yep. Dus met andere woorden, netto komen er minder belastinginkomsten in Nederland. Uh, wordt minder geïnvesteerd. Wordt de huurprijzen gaan omhoog, omdat er minder aanbod komt. Uh, de koopprijzen gaan omhoog, omdat er minder wordt gebouwd. Dus ik, ik zie niet zo in voor wie het dan wel goed is. Nee, starters zijn straks de lul, de huurder is de lul, iedereen is straks de lul. En... Dus niemand, voor niemand is het positief. Ja, en als ze dan gedreven zijn door, uh, door jaloezie, jaloezie van het feit dat uh, de particuliere belegger veel geld zou verdienen, allemaal prima. Kijk, en de reden waarom uh, ik en de particuliere belegger sinds 2008 veel geld heeft verdiend. Dat komt omdat de rente is gedaald. Dus wat ik net al aangaf. De rente was 6%. Ging naar 2%. Dus de huizenmarkt gaat verdrievoudigen ja Ja. Daarom is er natuurlijk veel geld geïnvesteerd in, uh, in de huizenmarkt. Uiteraard. En als je nu kijkt naar het rendement. Nu op dit moment. Voor de verandering in de regelgeving. Is het rendement ook heel slecht. Ik bedoel. Je maakt op. Als je een woning koopt en je verhuurt. Maak je eens een keer 3-4% rendement. Ja. Dus ja, zou niemand meer moeten doen. Nee. nee. Dus eigenlijk, uh, vroeger toen ik begon met vastgoed, was de rente 6%. Uh, kosten waren 6%. En moest gok je alleen maar op waardestijging. Mm -hmm. ja. ja Dus ja, weet je, je hebt helemaal niks meer te zoeken. Niemand heeft meer wat te zoeken in de vastgoedmarkt. En, qua beleggen. En, qua, qua... en heb ik het over woningen? Over, ja, ja, inderdaad. Want ons werd dan geadviseerd, ga op het kijken naar winkels of kantoorpanden. Hoe denk jij daar, Goeie vraag. daarover? Nou kijk, kantoorpanden, natuurlijk, uh, allemaal prima. Ik zit niet zo in een kantoorpand, maar je zou ook kunnen zeggen van, het zijn verschillende scenario's. Ik zou kunnen zeggen, als gevolg van corona werken er meer mensen thuis, dus minder vragen naar kantoorpanden. Uh, allemaal niet zo spannend, maar ja, volgens mij is, wat ik net al aangaf, als je naar mijn mening veel geld wil verdienen in vastgoed, moet je van de waardestijging hebben. Ja, dan moet je dus bij jezelf afvragen, stijgt dit kantoorpand in waarde? Ja. Volgens mij valt dat wel mee. En je moet natuurlijk zorgen dat je nu de nieuwe kantoorpanden hebt, want je wordt straks gedwongen om een bepaald minimaal energielabel te hebben. Ja. Anders wordt het nog helemaal een soort liability. Ja. Kijk, wat wel hele interessante business met name was, is uh, investeren in, in logistieke vastgoed. Er zijn heel veel mensen in Nederland, kijk naar een, uh, met name naar een David Hart. Die hebben heel veel geïnvesteerd in logistiek vastgoed. Die kochten logistiek vastgoed. Betalen 1%, 2% rente. En uh, zetten het neer. En voordat het gebouwd is, verkopen ze het al een pension fund. Voor uh, of weet ik veel, 30 keer de huur. Ja. Daar hebben heel veel, uh, met name David Hart. En ook uh, andere mensen die bijvoorbeeld voor hun eigen business. Bijvoorbeeld, een, een transporteur die zet een loods neer. Die huurt het zelf. Dat heet sale and lease back. En verhuurt het, verkoopt het volgens een pension fund. Ja. Voor x keer de huur. En uh, lokt gelijk een hoop cash in. Zijn heel ja. veel mensen ook uh, rijk mee geworden. Maar er wordt nu ook wat minder. Omdat uh, bouwen is een stuk duurder geworden. Kijk bouwen is nu twee keer zo duur als tien jaar geleden. Door materialen? Door uh, duurzaamheidseisen duurde arbeid en materialen er zijn hele andere eisen dan tien jaar geleden. Woningen bouwen is ook twee keer zo duur als tien jaar geleden vanwege die reden. Dus die, ook andere eisen. die kunt, kunt veel hogere eisen. Ja. En dat vergeet uh, de politiek ook nog eens een keer. Um, ja, dwalen we weer af? Ja, dat maakt niet uit. er ah, ja. uh, zijn uh, dus logistiek vastgoed. Dus die wordt nu ook minder. Omdat de rente natuurlijk ondertussen de laatste twee jaar weer verdubbeld is. Mm -hmm. ja. Dus ze wordt minder bepaald, betaald door de, de pension funds die... Uh, die een, een pand willen overnemen, door middel van sale en leaseback. Ja, dus, ja. Zelfs als je dus dat voor, wordt ook minder. Ja. Dus het ligt er, uh, je hoeft niet. Dus een een eigenlijk, hoeft niet eigenlijk, op, eigenlijk op dit moment, zeg ja. ik altijd, is er eigenlijk bijna niks interessant om in te investeren. Ja. Behalve. Behalve ja, maar, kijk, ik zeg het altijd tegen mijn uh, mensen die langskomen. Ik zeg, dit zijn de beste investeringen ter wereld. Ja. Als je beter weet, hoor ik het graag. Want ik zoek zelf bijna altijd zelf ook altijd naar op zoek. Ja. Dus ik weet op dit moment echt niet wat een betere investering is dan de hedge funds waar ik zelf in geïnvesteerd ben. Ja. Ja. Kijk, je zou naar private equity kunnen kijken, alleen dat is minder liquide. Ja. En dat is niet mijn expertise. Nee, precies. De rente stijgt wat, dus het zal wat moeilijker worden. Maar op dit moment, kijk, voor iemand, de, de, de voormalige uh, iemand die wat geld over had, zei ik inderdaad altijd vijf jaar geleden, koop wat vastgoed. Ik heb nog steeds mensen bij mij die... Uh, die dan bijvoorbeeld een ton eigen vermogen hebben en die mij advies vragen, die kunnen we mij niks. Want, uh, die zijn te klein. Dan zeg ik van ja, misschien kijk eens naar vakantiewoningen. Heb je niet te maken met regelgeving. Er zijn ja. organisaties die, uh, die alles uit handen nemen. Dan heb je misschien een rendement van 5 en 6 procent prima. Dat zou je nog wel kunnen doen. Of wat je nu heel veel ziet gebeuren, dat ze in het buitenland gaan uh, investeren in vastgoed. Ja, ja, prima. Spanje, Portugal, Curaçao. Engeland, is volgens mij ook een grote. Ja, uh, Engeland is een grote. Ja. Zou kunnen. Ja. 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 We hebben Nicky Koppendraaien op de podcast gehad. Ja. Hij uh, helpt dus mensen om inderdaad uh, vakantiewoningen te verhuren. En uh, dus ook op te kopen. We hebben René Koyman gehad. En die is nu ook begonnen met Vastgoed in Spanje. Ja. Sinds een jaar denk ik of zo. Ja. Die helpt mensen daar ook een beetje bij. Dus je ziet wel dat het nog steeds uh, inderdaad gebeurt. Dat het nog wel interessant ja, is. Inderdaad. Zeker. Dus dat zijn nog wel, als mensen dus zeggen: oké, okay, Nederland, skip Nederland. Gaat op een andere manier opzoeken. Ja, ik zit in een, uh, een app-groepje met uh, 500 uh, uh, vastgoedbeleggers. En er uh, komen iedere dag een paar honderd berichten voorbij. En uh, iedereen uh, gaat daar zijn vastgoed in Nederland verkopen. Gaat het geld uh, in iets anders investeren. Dus of een hedge funds. of een buitenlands vastgoed. Ja. Dus ja. er komt een hele grote. Uh, Gaben, gaben. Swing aan. Ja. En wat gebeurt er dan? Want er komt een groot gapend gat. Ten eerste gaan er meer mensen naar het buitenland, dus komen minder belastinginkomsten in Nederland. Ja. Dus de, 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 de rijke mensen die gaan uh, Nederland verlaten. En uh, wordt aangevuld met min, mensen met, uh, met minder vermogen, de immigranten. Ja. Dus dat is netto niet goed voor, uh, voor Nederland qua belastinginkomsten. Nee. En, en denk en je en dat ik, dat in een neerwaartse spiraal gaat dan voor Nederland of dat dat over vijf ja, of tien jaar weer is opgelost nee, ik vind ik ben echt uh, uh, negatief ja. negatief omdat alles uh, heel, en kijk maar iedereen is iedereen, ieder ondernemer is negatief I eigenlijk is iedereen negatief mm -hmm. maar met name ook de ondernemers omdat zij heel erg teleurgesteld zijn in, uh, in de politiek ja ja God. God. Hey, ik wil hem nog wat meer. Ik weet niet of je hier nog verder op in wil gaan. een Stukje terugpakken. Want waar ik ook nog heel benieuwd naar ben. We hebben het heel uitgebreid gehad over je periode dat je een hedge fund runde, dat je dat deed. Nu doe je iets anders. Het is er wel dicht tegenaan, maar net iets anders. Hoe ja. is die overgang gegaan? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Je hebt op een gegeven moment eindigde eigenlijk van, je stopte met de hedge fund, Ging allemaal goed, een goede closure. Dan ben je toch weer iets nieuws gaan zoeken. Ja. Uh, hoe ben je dan hier uitgekomen? Want zo'n soort partij heeft jou geholpen. Misschien ja, dat daar. is precies wat jij zegt. Ja. Dus uh, inderdaad, wat het verhaal wat ik vertelde, van die partij in uh, zomer 2006 die uh, mijn fonds kon verkopen. Dus daar wist ik niet van het bestaan. Zo mm -hmm. dus ben ik uiteindelijk zelf begonnen in 2010. Dat was een logische stap. Ik had uh, kennis van hedge funds. Ik had al een groot uh, netwerk van investeerders. Ik kende al honderden potentiële investeerders. Ik had, geloof ik, 50 investeerders. Mm -hmm. uh, dus dat had ik. Kijk, nu heb ik 3000. Ik bedoel, er zijn. Ik heb een database van 85.000 e-mailadressen van mensen die in hedge funds investeren. Ik praat met 3000 en ik heb, dus, geloof ik, 400 of 500 investeerders. Mm -hmm. Dus op dat moment had ik nog geen fondsen die ik kon verkopen. Daar begint alles mee. En ik had nog niet zo'n groot uh, investeerdersnetwerk. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar fondsen. Hmm. En toen kwam ik toevallig in uh, via een, uh, een andere roker uit Zwitserland. Uh, Zij Gaas met dat Global Macro Fund praten. Mm Het -hmm. Global ja. Macro Fund had op dat moment 50 miljoen. En nu hebben ze geloof ik 5 miljard. Dus dit jaar, Sorry. voorgaan maar 3 gegaan zijn. Ja. En toen had toen eigenlijk alleen maar zijn eigen geld erin. Dus toen ben ik uh, zelf gaan investeren. En ik ben hem gaan uh, aanbieden. Hmm. En uh, ja. Dat was de eerste, dat ging fantastisch, ja. veel geld voorop gehaald. En dan uh, ik krijg ik steeds meer nieuwe managers. Ik krijg steeds meer investeerders. Kijk, op dit moment, iedere dag. Uh, uh, komt er iemand op me af of benader ik iemand waar ik een call mee heb die ik gaat investeren? Of zoals gisteren was er een, een call tussen een pension fund uit uh, Amerika, dat ik had genoemd met mijn commodity manager, ik was zelf niet bij de call omdat uh, mijn collega Broca Amerika bij de call was. Dus er gebeurt altijd van alles. Uh, een van de managers op Roadshow in New York, waar ik meetings van regel. Uh, mensen zien deze, deze podcast weer uh, ja. als het over een paar weken wordt uitgezonden. Zijn er weer mensen die mij gaan benaderen. Dus het gaat de hele dag, ben ik bezig met nieuwe fondsen, zoals ik net wat ik al aangeef. Ik ben nu bezig met een aantal nieuwe fondsen waar ik in ga investeren en die ik wil gaan verkopen. Mm. Wat werk kost, je moet due diligence doen. Je moet uh, documenten checken, documenten inleveren. Gaat allemaal door elkaar heen. Dan gaat de hele dag door. Ja. Ja. En ja. wat is dan? Het uh, zegt inderdaad, oké, okay, <coughs> ga op zoek naar investeerders en naar de fondsen. Ook, trouwens, voor... ik, even terug te komen op zijn vraag, inderdaad. Ja. Ik heb nu herinner ik zijn vraag, hoe ik het dan ook ja. aanpak. Mm -hmm. Ik reis over de hele wereld. Mm -hmm. Dus als ik bijvoorbeeld nou, ga ik naar de plaatsen waar, het meest, waar de meeste investeerders zitten, dat is Hongkong, Tokio, Singapore, New York. Uh, Zurich, uh, Londen. Uh, laatste tijd ga ik ook naar Dubai, Thailand, uh, Bangkok. Uh, is uh, Tel Aviv. Maar dan heb ik de database van 85.000 uh, e-mailadressen. Dan selecteer ik bijvoorbeeld. Ik ben vijf, zes weken geleden ben ik in New York geweest. Kijk wie zit er in New York. Dat zijn dan 6.000, 7.000 e-mailadressen. Dan uh, werk ik met Mailchimp. Ik stop uh, de 6.000 e-mailadressen in Mailchimp. Stuur. Uh, het overzicht van mijn fondsen, dat kun je ook zien op mijn website, waar de fondsen uh, benoemd zijn qua rendement en strategie, zonder hun namen te noemen. Die stuur ik daarheen, ik zeg wil je een afspraak? En dan ga ik met de uh, met, uh, met investeerder in gesprek en dan vertel ik wat over mijn eigen achtergrond. Ik vraag wat zij vertellen over hun business. Ze vertellen waar ze naar op zoek zijn op basis waar zij op naar zoek zijn. Dan zeg ik dit en dit fonds zou wat voor je kunnen zijn. En dan ga ik vervolgens terug naar de manager en dan zeg ik van, kan ik jou introduceren aan die investeerder? En als hij dan de naam approved, dan doe ik de introductie. Is die investeerder, potentiële investeerder, geïnteresseerd? Dan uh, zet hij een call op met de manager, hij gaat onsite, doet due to diligence. En uiteindelijk zou dat tot een investering kunnen leiden. Hmm. Ja. En de succesratio bij een uh, institutional investor is kleiner dan bij een ondernemer. Ja. Dus kijk, ja, als ik met 85.000 mensen. Uh, contact zou kunnen hebben. En ik heb contact met 3000, ja. Dat is eigenlijk een ratio best laag. Ja. Maar goed, je hoeft ook niet zoveel, hè? Met, met één deal van... Uh, ik heb toevallig de laatste twaalf maanden... heb ik volgens mij... Uh, ja, geloof ik, 300 deals gedaan. Hm. Ja. Sommige, de meeste deals uh, kunnen 100.000 zijn... maar er zitten ook deals bij van 15 tot 20 miljoen. Ja. En die deals van 100.000 kost meer tijd... dan een deal van 15 tot 20 miljoen. Ja. Want een deal van 100.000 is ondernemen. Die je bij de hand moet houden en waar je sowieso voorzichtig mee bent, dan, en die moet je nog helpen met de inschrijving ook. Ja. En ik haal ook wel eens geld op zo'n 15 tot 20 miljoen, zonder dat ik de, de investeerder ooit aan de lijn heb gehad, bij u spreken. Ja. Ja. Dat is interessant wel. Je gaf aan uh, toen je begon, hè, van je had die hedge fund afgesloten, toen ben je dus dit meer brokeren gaan doen. Ja. Toen had je wel wat meer vermogen, want je gaf eerder aan bij de hedge fund toen je begon, had je eigenlijk bijna geen vermogen. Klopt. Dan heeft die hedge fund dus in ieder geval je eerste vermogen opgebouwd. En dan ben je daarna eigenlijk zelf een beetje gaan positioneren bij een partij. Dat ben je voor anderen gaan doen als een broker wat meer. Klopt. En dat is heel erg uit, uh, uit de hand gelopen, zeg maar. Ja, klopt. Oké, okay. cool. Interessant. En hoe ziet dat dan? Uh, want bij een hedge fund begrijp ik het wel. Hè? Dus je hebt 2% management fee, 20% deling. Dat, in, uh... dat, regel, dat, regel, dat rekent de manager. Ja. En ik krijg 20% van wat de manager rekent. Dus okay, zeg, ja. ik krijg dus uh, 0,4%, 40 basispunten in... Uh, Financiële termen van de assets en de management. Ja. Dus wat ik al aangaf. Ik heb 30 miljoen of 300 miljoen nee, in één investeerder zitten. Dus 1,2 miljoen krijg ik sowieso. Ja. Mm -hmm. ja. En uh, hij kreeg 20% van de winst. En dan krijg ik 20% van. Dus krijg ik eigenlijk 4% van de winst. Ja. En de investeerder die bij jou komt institutioneel. Of een ondernemer die zijn bedrijven verkocht. Die betaalt jou in principe okay. niet. Dat is een hele goede vraag. Dus uh, inderdaad. Wat is mijn added value ten opzichte van investeerders? Nou, ten eerste uh, toegang. Wat ik aanbied, biedt eigenlijk niemand aan op de hele wereld. De private banks bieden het niet aan. Wat de ABN aanbiedt, laat ik gewoon positief blijven. <laughs> Hoeft niet hoor. Zijn, zijn niet de beste producten, die bieden dus uh, hedge funds niet aan. Ja, er is maar één private bank in Zwitserland waar ik toevallig mee werk. Die is wel zo slim, die biedt al mijn producten aan. Ja. Dus die hebben manager vele miljarden, hebben twintig man op kantoor zitten. En nog bieden ze via mij al hun fonds aan hun ondernemers aan. Ja. Dus toegang. Het is heel moeilijk. Uh, niemand biedt het bijna aan. Het is moeilijk om te vinden. Ik, wat ik net al aangaf, ik vind er wel uh, 10 tot 20. Dat is één. Uh, en ze kunnen iedere maar geld maken. Wat niet één product kan. Uh, vaak, la, vaak zijn mijn manager vanaf 100.000 dollar kun je er al in. Um, en wat nog meer? Oh ja, ander belangrijk punt. Uh, ik, ben mijn, ik ben gratis. Ik word betaald door de manager. Dus voor de investeerder ben ik gratis. Dus er heeft geen nadeel op kostengebied om via mij te werken. Als jij een rekening opent bij de ABN of bij een vermogensbeheerder, die verdienen geld aan jou. Dus jij moet vaak al 1% betalen per jaar van wat jij daar stelt. Dus je een miljoen stelt bij 10.000 uh, euro kwijt. En daarnaast hebben ze nog niet eens laten we weer positief blijven. Niet zulke goede producten als ik kan aanbieden. Ja, nee. oké. Okay. En het uh, voordeel zit hem er ook in dan, als ik het zo begrijp, dat als er geen geld wordt verdiend, geen rendement wordt gemaakt, dat jij dan ook niet, jij bent erbij gebaat om rendement te maken daadwerkelijk zeker. voor uh, de belegger die absoluut. bij jou komt. Absoluut. Dus uh, ik krijg een onderdeel van de performance fee. De performance fee wordt alleen maar gerekend als er een performance wordt gemaakt. Exact. Ik krijg natuurlijk wel een gedeelte van de management fee. Dat wordt uh -huh. Dat betaalt ongeacht het rendement, maar als het rendement slecht is, ja, dan uh, gaat, haalt de investeerder het geld eruit en houdt de management 4 ook op. Ja. Mm -hmm. Dus ik vier met name veel geld, zoals vorig jaar, als een van de managers waar ik hoop, een hoop geld aan heb, een goed rendement haal. Het ja. kan ook zijn, en ik zijn ook vele voorbeelden, dat ik veel geld opgehaald heb. Doet de manager niet goed en dan verdien ik helemaal niks. Ja, ja. maar ja, dat maakt me niet uit. Weet je, ik bedoel. Hetzelfde uh, als mij niet uitmaakt dat ik zaken doe met particulieren. wat net wat meer tijd kost. dan institutioneel vesten. Ik maak geen onderscheid tussen institutioneel vesten en particulier. Nog sterker, ik geef een particulier meer aandacht. dan institutioneel vesten. Ja, mm -hmm. omdat ze het ook wel vragen. Ze hebben het ook ja, nodig. Ze, ze hebben het nodig. Ja. Ze vragen het. Ja, maar en waarom wil je überhaupt. Die kant op gaan als het allemaal meer tijd kost. Want ja. je kan ook zeggen, we gaan lekker. Ja. Nog groter, nog makkelijker. Klopt. Nou, ten eerste, ik ben verslaafd aan business. Workaholic. Dus vind werken niet erg. Ten tweede, het contact is leuk. Uh, want ik bijvoorbeeld, mijn broer en de vriendengroep hebben een appgroep. En die zijn allemaal geïnvesteerd in de ene manager waar ik het Ze zijn. Ondertussen in vele andere producten geïnvesteerd. En dat is natuurlijk fantastisch als je goed rendement maakt, ga je met elkaar zeggen van we zitten daar en daar in. En als dat goed en goed gaat, dan kopen we allemaal een, een boot. Een, een... <laughs> ja. Ja, het is alleen maar leuk als het goed ja, het gaat. Leuk, ja. Ja, ja, ja. Maar het gaat goed. Dus dat is veel leuker. Ja. En ik ben lid van, een, uh, van, een, uh, van Cars and Business. Ja. Dat is een grote autoclub We rijden één keer per jaar rijden we de challenge. Er zitten ook veel uh, mensen uit de quote rijden mee en, en, en zo'n week leer ik haar goed kennen. En een aantal van die mensen zijn ook geïnvesteerd bij mij, maar onder andere in mijn blockchain fund. Mm. Kennis, dat is natuurlijk hartstikke leuk. zeker, het is met name leuk als het goed gaat. Ja. Maar goed, van tevoren geef ik wel aan wat er verkeerd kan gaan. Zeker met blockchain, ik bedoel, uh, risicovoller en, uh, en volatieler is er natuurlijk niet. Dus ik geef van tevoren wel aan van, uh, wat is je net woord? Zou ja. ik het wel of niet doen? Ja, want bij dus, blockchain is het, het kan ook gewoon naar nul. Nou, ik denk dat het moeilijk is in die, in die, uh, in die investeringen waar wij in zitten. Dan zouden we zeggen, zitten zeven van de investering, niet alles zal naar nul gaan. Nee. Maar het kan wel uh, eindigen op 10 procentje. Ja, 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 dus, ja, ja. Uh, dat kan wel. Ja. Dus dan is het ook naar nul eigenlijk. Ja. Ik vind dat interessant dat jij uh, gaf aan, je bent ooit uh, begonnen met ondernemen, omdat je, daar kunnen we ook wat dieper op ingaan. Jouw vader, uh, die ging failliet. Uh, dat Technisch had een... failliet uiteindelijk. Technisch failliet, ja. ja. Dat, dat had veel impact op jou. Ja. Je gaf aan dat je daardoor veel vermogen wil opbouwen. En de eerste vraag die ik daarbij wil stellen: veel vermogen opbouwen was je doel. Ik ja. denk dat je redelijk wat vermogen hebt opgebouwd nu. Je zou ook kunnen zeggen: Nou, goed zo. Ik ga ja. gewoon genieten van mijn geld de rest van mijn leven en relaxen. Ja. Toch geef je aan dat je zeven dagen in de week nog steeds werkt. Wat, wat maakt die drijfveer dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, denk. Ja, kijk, eigenlijk, ja, ten, ik denk dat je gewoon verslaafd aan uh, business bent. En het is leuk, het gaat goed. Uh, ik, mijn doel is gewoon, kijk, ik, wat ik doe met hedge funds gaat alleen maar om rendement. Ja. Dus uh, mij gaat het alleen maar om rendement. Mijn doelstelling is om een vermogen iedere twee, drie jaar te verdubbelen. Ja. Kijk, ik ben er gewoon eerlijk in. Kijk, uh, er zijn heel veel ondernemers die heel veel geld, verdienen, dus krijgen we van die. Bullshit falen naar mijn yes. mening dat ze het voor de maatschappij doen en voor dit en van dat. Kijk, uh, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind mm. en omdat ik er een, ook een leuk leven door heb. Uh, ik kan reizen, uh, ik gaan kennis, je ontmoet leuke mensen. Ja, maar uiteindelijk is het alleen maar leuk als je een goed rendement maakt. Ja. Dus ik doe het puur voor het rendement. Ik ben misschien de enige ondernemer die dat zegt. Maar... Ja. <laughs> ja, ja, nou ja, het is goed om toe te geven toch? Hè? Het is, maar het is leuk. Ja. 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 En Ondertussen... hoe, hoeveel kennis moest je dan op een gegeven moment opdoen? Om, want je moet veel ervaring opdoen, dat zeg je ook al. Alleen zit je op een gegeven moment in de periode dat je wel moet leren dat je inderdaad zulke rendementen kan creëren voor jezelf. Ook toen je zelf die hedgefonds had. Waar doe je die kennis op? Puur door ervaring of zit je ook, zeg maar, heb jij een coach gehad, een mentor? Heel, door mezelf, dus door ervaring. En, door, uh... en ook niet, weet je, wat ook heel veel mensen verkeerd doen, die gaan willen te veel in detail, willen alles te goed begrijpen. Als je alles te goed wil begrijpen, ben je veel te druk met dingen die niet belangrijk zijn. Kijk, ik hoef niet tot één detail die manager te begrijpen, want die manager, die is geselecteerd, omdat hij al tientallen jaren de beste manager in de space is. Wat is voor mij belangrijk? Is dat die betrouwbaar is en reputable is. Dan kan ik beter daar mijn tijd in steken dan dat ik het begrijp. En wanneer begin je te begrijpen als je geïnvesteerd bent en uh, uh, jarenlang calls met hem hebt, dan begin je dingen veel, veel beter te begrijpen. In 2010, toen ik, uh, had ik alleen maar verstand van uh, energie. Nu heb ik ook verstand van uh, die succesvolle manager, van hoe hij zijn geld maakt. Met name met, met uh, staatshoeken, met obligaties. Ja. Uh, gisteren had ik weer een call met, uh, met de beste short manager ter wereld, die uh, weer nu uh, denkt dat datacenters een probleem hebben. Dus die short aandelen datacenters. Ja. Maar die heeft ook weer een nieuwe strategie bedacht om short bonds te gaan. Weet je, en daar leer je gewoon, leer je gewoon heel veel van. Ik heb een manager die geeft bridge loans. Dus je hebt, als je met twintig managers werkt, die allemaal op een verschillende manieren uh, geld verdienen. Dan uh, maak je dat eigen. En als ik. Uh, uh, een ander voorbeeld is. Ik was bezig en op een gegeven moment zei een Amerikaanse partij tegen mij: uh, Yeah, you're dealing with uh, accredited investors, you need to be regulated. Heb je het over? Hmm. Dat bleek dus dat als om in Amerika actief te kunnen zijn, moest ik uh, uh, regulated zijn onder toezicht van FINRA, dus de Amerikaanse regulator. Dus een jaar of zes, zeven geleden. Moest ik dat voor elkaar boksen? Dat betekent dat ik me dus moet aansluiten bij een broker dealer. Dat is iemand zoals ik zelf ben. Maar ik, ik ga het zelf geen broker in Amerika opzetten. Want dat is gewoon veel te verwerken. Dus ik heb me aangesloten bij een broker dealer. Dus als ik in Amerika geld ophaal, dan wordt het betaald aan mijn broker dealer in Amerika die mij betaalt. Maar mm -hmm. dan moest ik wel even drie examens voordoen. Dus ik heb een jaar lang, iedere dag, een paar uur, dat moeten leren. Ja, ja en, op, en, en op een gegeven moment. Uh, Moest mijn organisatie onder toezicht komen van de Nederlandse Bank AFM? Moet je een vergunning aanvragen? Dat is een hoop werk. Je moet een compliance officer aanstellen. Je moet een tweede directeur aanstellen. Mm -hmm. Maar hoe heb ik dat dan weer gedaan? Dan kun je wel met een hele dure advocaat in de slag. Waar je helemaal op leeg loopt. En die er niet bij gebaat is om dingen snel af te handelen. Maar dan kom je weer in contact met iemand die toevallig bij de AFM had gewerkt. Die in consultancies begonnen. Om mensen te helpen met het opzetten van een vergunning. Weet je. Dus, je moet gewoon alles wat ik nodig heb, zet ik vaak, knal ik vaak op LinkedIn. Ik heb 12.000, 13 13.000 mensen op LinkedIn. Ik zeg dit en dat nodig. Bijvoorbeeld, ik heb regulering in Zwitserland nodig, of ik heb uh, vergunningen nodig in Amsterdam of een vastgoed. Of, en er zijn altijd een hoop, of, of ik heb een eigen huis gebouwd, ik heb een architect nodig. Er zijn er altijd genoeg mensen die daarop reageren, en uh, dat is de manier hoe ik dan werk. Ja. Je netwerk ja. zorgt voor snelheid, ja, en of efficiëntie, of, of niet nieuw netwerk. Ja, ja. ja net, ja. Want iedere, misschien je directe netwerk kent het niet, maar misschien kennen zij weer een persoon die jou wel weer ja. kan koppelen. Zeker. Ja, blijft wel heel erg interessant. Wat ik ook voornamelijk merk in, uh, in de podcast vandaag is dat je hebt natuurlijk zo bij traders denken dat dat heel erg first level thinking is, dat het heel erg intuïtief is, allemaal gewoon oké okay, dit gebeurt nu en ik moet ook snel erop reageren. Ja. Vaak komt daar een beetje emotie bij kijken. Je moet juist tegen je emotie gaan werken. Want dat hè, zien we nu met Bitcoin, wat je net als voorbeeld gaf. Als het heel hoog staat, dan wil iedereen juist erin. Als het laag staat, dan is iedereen bang. Wat ik bij jou merk, is met alles wat je nu ook beargumenteert, zit second level thinking. Ja. Van, je, je beargumenteert alles. Je gaat naar de voordelen en nadelen kijken. En dan krijg je van, ja. oké, okay, is deze situatie... en de keuze die ik daarop wil maken, is dat voor mijzelf logisch? Is, is dit zo dat je dat met alles doet? Of is het gewoon iets wat je uh, zelf hebt aangelid? Nee, op zich doe ik dat wel met alles. Ja, uh, ja op zich doe ik dat met alles. Kijk, uh, om het risico te beginnen. Kijk, uh, als ik eisen in investeer, kijk eerst naar de downside. Dat heeft misschien ook te maken met het feit wat er in mijn privéleven gebeurt. Kijk, uh, ik had toevallig ook een documentaire gezien van wat hot hotspots, zoals Elon Musk. Vaak zie je dat er iets in hun privéleven is uh, gebeurd wat hun voor de toekomst uh, vormt. Mm. Nou, mijn uh, uh, risk mindset of downside thinking komt wel door uh, wat er bijvoorbeeld uh, thuis is gebeurd. Mijn vader die was op een gegeven moment 58 en uh, ging toen eigenlijk fiat, moest zijn huis verkopen. En uh, als je dan iemand uh, in de stoel ziet zitten die nooit enige emotie heeft getoond... En, je emoties ziet tonen en hij moet zijn huis verkopen. Je hebt nog een jong broertje en zusje. En komt kon toen zelf eigenlijk niet echt wat voor hem betekenen. Omdat ik nog niet de ervaring had en niet het vermogen had. Het doet wel pijn. Weet je. Dan, toen dacht ik van dat gaat mij nooit gebeuren. Uh, dus toen ben ik ervoor gaan zorgen dat, het, uh, dat ik financieel onafhankelijk zou zijn. Uh, dat is belangrijk. Uh, ja, een ander ding. Mijn vader, toen had hij de, op een gegeven moment weer... Ging het weer goed. Uh, Verdiende hij weer geld en toen is hij op zijn 63 e uh, een overleden. kanker mm. mm. overleden. Dat, dat is ook een reden. Dat zowel ik als mijn broer, uh, uh, mijn broer was toen pas 21. Uh, het maximale uit uh, zijn leven wil halen. Dus een combinatie van business en pleasure. Ze ja. dus ook hele mooie dingen doen. Ja. Dus als je naar mijn instappagina kijkt, denk je dat ik altijd op vakantie ben. Bijvoorbeeld. <laughs> ja, ja, dus uh, Is ja. Ergens misschien ook wel een beetje. Zo. Kijk, al, al ben ik op vakantie, dan ben ik nog steeds bezig. Ja, ja. Dus bij mij loopt alles door elkaar heen. Ja, maar je bent wel zeven dagen in de week, 16 uur per dag. Ja, bijvoorbeeld, toen toen ik, ik van de, de zomer naar ging ik naar, uh, we zijn naar Moe geweest, uh, Dubai. Bangkok, Singapore. Nou, ik heb een Bangkok, Dubai en Singapore gewoon afspraken gehad. Ja, ja, ben er toch, weet je? Slim. En, ja, en wat ja. ook zo is, kijk, daar geloof ik ook wel in. Overal waar ik ben, kan ik ook wel business doen. Ik kom altijd weer mensen tegen. Ja. Bijvoorbeeld Curaçao ook. Ga ik ook altijd heen. Ik heb toevallig ook een bedrijf, dan ben ik daar. Maar ja, als je daar op het strand loopt, kom je weer mensen tegen die ook ondernemend zijn. Ondertussen heb ik er ook weer uh, uh, een aantal investeerders in mijn fondsen gehaald. Ja, ja die kom je gewoon tegen op strand. Ja, dan kom je tegen. Een van de dat is een ondernemer. Het is ja, cool, maar ja. De, met de kerst zijn er natuurlijk bijna alleen maar ondernemers, omdat het, dat de duurste periode van het <laughs> ja, jaar is. Ja, dus ja. zijn zo, zo hele leuke mensen, interessante mensen, die veel te melden hebben. Ja, en dan kom je ze tegen, je praat natuurlijk. Eigenlijk als ik bijvoorbeeld, ik praat niet echt over. Als ik bijvoorbeeld met een week met jongens ga rijden, hebben we het eigenlijk nooit over de business. Ik kom meestal later, weet je. Ja. En het is dus ook niet mijn doelstelling om wat te verkopen. En ik nergens meer een hekel aan als jij er staat en iemand alleen maar over zijn business heeft juist niet weet je ja. mm. dus juist leuk om lol te maken ja. Ja, ja. en op een gegeven moment dan help je elkaar met dingen ja. Ja. je kunt ja. daar ook weer van leren je hoort weer verhalen en je wordt bij zo'n week met alleen maar ondernemers op stap word je ook weer super gemotiveerd van Klopt, ja. dan ga je weer nadenken ja. 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 hebben wij ook gehad toen we zijn uh, nu oktober was het, eind ja. oktober zijn we naar uh, Dubai gegaan voor het eerst ja. Uh, met reden dat we daar ook veel podcasts zouden opnemen, dus we zijn daar onze ja. business gaan draaien. Ja. Ondertussen zijn we ook hele toffe andere ondernemers tegengekomen, hebben we ook weer oude ondernemers gezien ja. en we kwamen eigenlijk terug en dan hadden we wel echt weer die nieuwe gewoon energie waarvan we ja. zagen van oké. Okay, en dat was onze inspiratie ook om bijvoorbeeld te zeggen van ja oké, okay, straks zijn we, is de Lotgenoten podcast drie jaar, daar hoort gewoon een evenement bij. Weet je, en toen zeiden we ook van oké, okay, dat evenement. Ja. Dat gaat geen evenement worden in, uh, in, in een kelder bij mijn ouders thuis. Nee, dat wordt een evenement in een groot kasteel. Wat we het gewoon even willen vieren. Ja, ja. Dat je succes mag hebben. Ja. En dat je een ondernemer mag zijn. Ik geloof ook in het feit dat um, alles waar je in investeert, uiteindelijk goed komt. Ja. Uh, bijvoorbeeld een dure auto. Dat je uiteindelijk, ik weet niet, op de ene manier dat je het weer terugverdient. Ja, ja, dat merk je. Uh, ja, bij een, bijvoorbeeld een duur huis ik denk dat het gewoon terugverdient, dat je weer meer uh, aandacht krijgt Het is niet de doelstelling maar het is wel zo weet je, je en, een en en hoe als je er goed uitziet goede kleding als ik iemand uh, zie met uh, verkeerde kleding verkeerde schoenen ja denk hm, haalt jezelf al helemaal omlaag ja. wordt je ja. al weer minder serieus genomen kleding maakt een man en ja en om even terug te komen op het feit dat je naar het buitenland gaat kijk als jij uh, als ik een week door New York heb gelopen Super, uh, gaat de hele nacht door, 7 times 24. Mm -hmm. Kom je weer geen, gewoon weer vol motivatie in Nederland binnen? En als je alleen maar in Nederland zit en je zit alleen maar de hele dag op je iPhone te koekeloeren, en uh, naar, uh, je zit te koekeloeren naar wat jij interessant vindt. Als je een wappie bent, kijk je alleen maar naar wappieberichten. <laughs> als je woke bent, kijk je alleen maar naar woke berichten. Ben je alleen maar daarmee bezig? Ja. Zo, uiteindelijk is dat natuurlijk niet goed. Nee. uiteindelijk moet je gewoon even eruit stappen en terugkomen uh, en gas geven. Ja, ja. ja. ja dat er uitstappen, dat werkt inderdaad wel goed. Ja. Het is een soort van uh, doorbraak, uh, doorbreken van een patroon of zo. Dat je in, want in Nederland wordt je van soms een beetje je lam geslagen en dat we dingen kunnen even breken. Van, hey. ja, ik vind Nederland ook, uh, iedereen zegt altijd het zijn hele goede ondernemers in Nederland, maar ja, het is ook wel zo. Maar ik vind de, de mentaliteit in Nederland vind ik uh, niet ondernemend. Nee. nee, Nederlandse mindset is gewoon niet ondernemen. Nee, totaal. Doe maar gewoon normaal, dat je al gek genoeg. Neem maar geen risico. Doe maar gewoon lekker veilig allemaal. Absoluut. Je moet blij zijn met wat je hebt. Kijk maar naar bijvoorbeeld een verschil met Amerikanen. Kijk, als je in Nederland succesvol bent, de helft vindt het leuk en de helft vindt het niet leuk. Ja. Ik vind het allemaal hartst, hartstikke leuk, maar hij maakt het niet uit. Hm. Maar als je, en dan Kijk, wat doen de bijvoorbeeld Amerikanen? Die trekken naar succesvolle mensen toe, omdat zij ook zijn positief, willen graag ook succesvol zijn en dan ja. positief uh, gast erop. Ja, ja. Dat merk je, dat is wel verschil in culturen. dat Heb je ook in, in Dubai denk ik. Ja. Zeker. Azië wordt ook hard gewerkt. Kijk maar hoe je als je vergelijkt hoe je wordt bediend in een restaurant in Nederland, met name natuurlijk in Amsterdam, of bediend wordt in Amerika of in Azië. Dat is een heel groot verschil. Ja. ja dan denk ik. Van ja, waarom ben je niet klantvriendelijk? Waarom sta je daar als je het niet leuk vindt? Ja. Het is raar is dat, hè? Vind ik raar. Kijk, ja. je moet dat, iedereen zou alleen maar moeten doen in, in haar of zijn leven wat hij leuk vindt. Mm -hmm. Klopt. En ook, euh, dan zeggen ze misschien van ja, uh, hij heeft makkelijk praten. Maar om daar ook weer op terug te komen: heel veel mensen denken dat je alleen maar succesvol kan zijn als jij uh, opgegroeid bent in een rijk gezin. Maar dat is naar mijn mening ook niet zo. Want als je, de meeste mensen die in een rijk gezin, op kinderen die in een rijk gezin zijn opgegroeid, zijn, zijn sowieso al spoilt, dus je weet ineens wat werk is. Ja. Ik denk dat de meeste uh, succesvolle ondernemers juist niet in een rijk gezin zijn opgegroeid, die een, heel, een hele zware jeugd hebben gehad. Ik heb geen zware jeugd gehad hoor, maar die wel veel tegenslagen hebben gehad, die er altijd hard voor hebben moeten vechten, want ondernemen is altijd vechten. Ja. Er zijn ja. meer negatieve zaken die je moet oplossen dan op positieve zaken. Dus het is uh, overal waar je succesvol in moet zijn. Moet je keihard voor vechten. Kijk bijvoorbeeld naar als je een goede kickbokser wil zijn. Niet degene met het meest talent die wint alles. Nee, degene die het hardst voor heeft gevochten. Ja, dat klopt inderdaad. Je kunt zonder talent kun je gewoon alles bereiken. Zeker. Ja. Heb je dan ook nog uh, een, een speciale mentor voor je kickbokser? Want je traint vaak één op één, neem ik aan. Omdat ja. het meest efficiënt is. Dan zou ik nog uh, kunnen bedenken dat jij iemand hebt getoond... Ja, bij kickboksen, kijk, een, ik geloof niet in een mentor qua business... Maar qua, daar komen we ook nog op terug, want ja. er te komen kickboksen. Kijk, bij kickboksen is techniek heel belangrijk. Dus ja. het is natuurlijk wel heel fijn als jij um, heel veel één uh, op één hebt getraind met een goede trainer. Dat de basis heel goed is. Dat is wel fijn. Maar aan de andere kant er zijn natuurlijk ook hele grote vechters. Als je die ziet, ziet het er niet uit, weet je? Nee. Maar dan nog uh, zijn ze wereldkampioen. Mm -hmm. Maar ik denk dus inderdaad bij kickboksen is wel fijn als je inderdaad uh, de basis goed geleerd hebt, dat je goed staat. Maar ja, al sta je goed, dan nog is het weer belangrijk dat de mentaliteit goed is. Want als je gaat sparren en je hebt een hele mooie techniek, maar je kunt niet incasseren, ja, dan uh, kom je ook niet zo ver. Houd het ook op. Nee, klopt inderdaad. So. Ja. Ik, uh, maar maar om, om, om ook weer terug te komen yeah. daarop, kijk, uh, en als je ondernemer bent, is ook opleiding minder belangrijk dan als je bijvoorbeeld chirurg of ja. Ab, uh, advocaat wil worden. Daar heb je dus wel weer de opleiding van nodig. Ja, 100%. So ben, en met business heb je alleen maar jezelf nodig. Kijk, er zijn genoeg mensen die mij benaderen. Zeggen, kun je mijn mentor worden? Nou, ik heb daar gewoon geen tijd voor. Ik zeg altijd van, oké, okay, je kunt me overal voor benaderen. Ik, 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 doe, ik sta voor iedereen klaar. En als ik een snelle vraag heb, kun je me gewoon een vraag stellen. Maar ik heb geen tijd om iemand fulltime bij het handje te houden. En ik geloof er ook niet in. Want het moet vanuit jezelf komen. Ja. Je moet zelf gewoon zeven dagen in de week, zestien dag na gaan denken, wat wil ik? En als je dan ergens informatie nodig hebt, ja, je hebt Google. Ja. Je kunt mensen links en rechts, kun je op hun specifieke vakgebied, kun je om advies vragen. Mm -hmm. En dan, dan is alles, uh, dan moet jij het doen, want jij zit een seven uh, times twenty voor in die materie en de ander niet. Ja. Dus je moet zelf bepalen wat, uh, wat jij denkt dat goed is. Interessant. Dus meer op je intuïtie afgaan, wel second level, teken, wel nadenken, oké, okay, wat zullen de gevolgen hiervan zijn. Ja. Maar ja, interessant, dus jij hebt zelf ook niet echt een mentor gehad. Nee. Nee. Lekker. Kom je weinig tegen. Maar wel, ik denk wel misschien individueel. Is dat zo? Ja, dat, dat denk ik dus niet. In ons, laat het zo zeggen, in onze wereld, wat wij. Ik denk als je zien, is het heel ja, normaal om een mentor te hebben. Maar ik denk als je naar de meest succesvolle ondernemers ter wereld kijkt, de Elon Musk en de de Bill Gates, dat die ook geen mentor hebben gehad. Nee. Ja. Ja. Ik denk wel, maar wat ik wel denk. Ik ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt. Dat ze wel individuen hebben die op specifieke onderwerpen Tuurlijk, hun heel duidelijk Precies wat, uh, wat ik doe. Ja, 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 dus ja, jij ja. wil ergens meer van weten. Dan ga je met iemand in gesprek of je volgt iemand een tijdje of whatever. Ik heb het idee dat dat de Elon Musk formule is. Die wil iets doen met raketten. Ja, die gaat ja, precies. dan bij wijze spreken een half jaar allemaal raketgeleerden spreken. Dat is efficiënt en slim. Ja. Waarom zou jij het wiel uitvinden als een ander jou uh, heel snel uh, wegwijs kan maken en hij maakt ja. er weer gebruik van? Kijk, die raketgeleerde heeft misschien een idee. Uh, en als hij dan ondernemer wil zijn, dan wordt het nooit wat. Omdat hij alleen maar technisch verstand heeft, maar nooit uh, er iets van kan maken. Ja. Mm -hmm. ja, ja, ja. En dan krijg je vaak, zeg, vervolgens, zegt de raket ja, maar het was mijn idee en ik had ook zoveel geld moeten verdienen. Maar ja, zo werkt het niet. Nee, nee, nee. <laughs> dus, nee, nee Hetzelfde met die niet. twee uh, aandeelhouders van Facebook. Ja. Hoe, hoe heet ze ook weer? Ik, nee, uh, um, ik weet dat eentje is wat? volgens mij die gast ook van. Uh, Zit ook dik in de Bitcoin. Ja. Yeah. Oh, die uh, winkel, de winkel uh, Ja, Ik zeg dan ook van ja, ik, ons succes uh, kwam van Facebook kwam er ons. Maar ja, ze zijn dus heel veel uitgestapt. Ja, 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 ja. Zo werkt het. Denk. niet. achteraf praten is dat, hè? Ja, achteraf achteraf, lullen. achteraf is makkelijk. Daarom. Oké, okay, dus maar dat is wel goed om te weten. Want wat je nu zegt over mentor hebben, je moet iemand hebben. Of gewoon in je netwerk waar je veel kan leren, zodat je efficiënt te werk kan gaan. Ja, nou, je moet sowieso zelf efficiënt uh, werk zijn, dat moet je al begrijpen. Ja. Vind ja. ik. Ja. Is wat... dat, uh, want het is wel zo, bijvoorbeeld uh, jij zit wat meer uh, in de hedge fund business, aandelen, alles erop en eraan. Vast goed. Was goed. Um, dan heb je ook nog bijvoorbeeld productontwikkeling. Kijk, heb jij ooit daar interesse in gehad? Want dat is ook een, iets qua ondernemen, alleen het is wel een hele andere tak weer. Is het uh, technisch te... geen geduld voor? Ja. Gaat de sloom. Ja. 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 Voor mij is ik het, ik ben, ik ben niet zo goed in. Uh, ik lezen doe ik eigenlijk nooit. Snel, weet je. Mm -hmm. Ook lezen doe ik eigenlijk niet. Mm. En uh, ik ben heel ongeduldig. Ja. Daarom ben ik ook heel snel. En ja. uh, daarom ga ik niet te veel in detail. Ja. Moet je voor die fondsen niet, als je die selecteert, dan niet heel veel dingen lezen met jaarcijfers en dat soort dingen dat wel mee? Kan je doen, maar ik, doe, ik, uh, ik ga niet uh, alles uitpluizen. Nee. Want uh, wat ik net aangaf. Kijk, uh, het gaat om de manager. Belangrijk ja. is dat je weet dat de manager betrouwbaar is, reputable. Ja, 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 ja Kijk, uh, en als je dan lang met een manager werkt, je bent geïnvesteerd, dan weet je gewoon de belangrijkste dingen. En door mijn ervaring weet ik ook wat belangrijke dingen zijn. Ja. Hmm. Dus, uh, ja, zijn een aantal dingen, maar een aantal dingen belangrijk. Ja, want ja. daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wij hebben ooit eerder uh, uh, een jongen hier gehad, financieel expert, die veel doet met uh, vermogensplannen opstellen en dat soort zaken. Uh, daarbij komt ook altijd een stukje aandelen beleggen. En hij gelooft heel erg in gewoon het volgen van de markt. Uh, omdat hij zegt van, als je kijkt naar onderzoeken die hij aanhaalde, zei hij van ja, op een periode van 30, 40 jaar, is eigenlijk 99% van de fondsen verslaat vaak de markt niet. Um, Klopt. Toch zeg ik, ik zag bij jou, jij zegt bijvoorbeeld, we doen 20% per jaar hè. Dus dan versla je de markt goed. Uh, afgelopen jaar dan misschien wel, maar, maar als je dat gewoon jaar op jaar doet, versla je dan de markt. ja. ja. Hoe kan het dan dat je bij die 1% hoort? Zit dat hem dan in de, de selectie van de managers? Of hoe, hoe kan dat? Want er zijn heel veel mensen die dat willen, nee, er zijn er heel weinig die het kunnen. Nou, dat klopt. Dat, dat komt dus door de selectie. Er zijn 10.000 ja. hedge funds en ik ben maar, werk maar maar 10 tot 20 die ik verkoop en waar ik ook geïnvesteerd ben. Die zijn dus geselecteerd op onder andere het rendement. Ja. Dus hij moet, in iedere markt moet hij geld kunnen maken, een op- en neergaande markt, altijd. Uh, hij moet de, als, een, als ik een aandelenmanager heb, die moet het beter doen dan de index. Nou, wat, uh, wat doet een gemiddelde aandelenmarkt? Ik geloof 6 of 7% per jaar. Ja. Dus mijn analyse return van een aandelenmanager zit er veel hoger. Ja. Ik doe zo, werk sowieso niet met een manager die meer dan 10% per jaar maken. En daarnaast is de, de bewegelijkheid van de rendementen nog minder ook. Dus uh, risk-adjusten doet het ook nog beter. Ja, oké. Ja. Oké. Okay. Okay. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hele grote fondsen, dan heb je bijvoorbeeld een BlackRock of een uh, Reidelio, heeft volgens mij ook echt wel een heel succesvol fonds. Ja, ja. Kijk je dan ook naar dat soort mannen of dat soort bedrijven? Dat je zegt van nou, omdat BlackRock is meer een, ja, ook meer een vermogensbeheerder, maar kijk ja. je bijvoorbeeld naar de grote bekende de Bill Ackman's of deze wereld? Ja. Dat zijn uh, hele grote multi-strategie funds en ja. uh, die zijn ook vaak, uh, Bill Ackman is ook heel volatiel, die is voor mij te volatiel. Mm -hmm. en, uh, mijn manager doen het beter. Ja. Kijk, uh, die manager waar ik nogmaals net over had, die was uh, vorig jaar uh, 200% gemaakt, 193 nog wat, maal drie. Van de 1 billion plus funds qua assets en management stond hij op één. En het tweede fonds stond op 40%. Ja. Dus uh, dat, dat was mijn luck. Ja. Dus de meeste, de, de hele grote managers, die vele miljarden managen. hij doet het ondertussen natuurlijk ook, by the way, die, uh, is rendement vaak wat minder. Dus de ja. meeste fondsen waar ik mee werk, managen tussen 500 miljoen en 1 en miljard. Ja. Ja. Daar worden de meeste, de beste rendementen gemaakt. Oké, okay, interessant. En als je dan kijkt naar MG Investments, hè, naar, want dat bestaat nu 10 jaar volgens mij, denk ik. Het bestaat al langer. Oké. Okay, maar ja. ik, uh, ik uh, heb het al, de company, sinds 2005. Okay, maar ik ja. doe sinds 2010 activiteiten erin. Ja. ja, en als je dan kijkt naar een soort van het rendement dat jullie gewoon gedaan hebben sinds start, hoe, hoeveel kom je dan ongeveer uit? Nou ja, kijk, nou? uh, dan zou je, kijk, wat doe ik een MGI? Doe ik distributie? Nou ja, dat, dat is niet dat is interessant voor jou, denk ik. Dat, dat gaat zo. Ja, voorgaat best jou, uit. Ja, ja precies. Omdat ja, ik ja, natuurlijk ja. meer fondsen heb, meer investeerders mm -hmm. en ja. nog eens keer de mazzel heb dat uh, de rendementen goed zijn. Ja, en kijk je naar ja, jouw vraag, op, is op mijn rendement op mijn eigen investeringen in ja, elkaar. Ja, ja. Ja, kijk, uh, ik, 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 Als je puur in die fondsen kijkt, dan heb ik denk ik wel, uh, wel 25, minimaal 25 per jaar gemaakt. Ja. Vorig jaar natuurlijk veel meer, omdat ik een grootste gedeelte van mijn investering zat in het fonds wat 193 gemaakt heeft, van Madrid gegaan is. Ja, dus ja. ik zit. Uh, mijn doel is mijn vermogen iedere twee tot drie jaar verdubbelen. Ja. ja. En dan heb ik natuurlijk de laatste twaalf jaar ben ik geloof ik maar 14 gegaan, dacht ik. En hoe komt dat? Tussen 2000, uh, vastgoed natuurlijk. Dus Twee, verdrievoudig drievoudig met leverage. Uh, beleggingen en fondsen zijn heel goed gegaan, meer dan ja. 25% analyzed. En uh, distributie. Ja. Dus maar stel dat iemand bij mij zou komen en, en die zou bij mij gaan investeren, dan zeg ik oké, okay, kies deze vijf gezegd, vijf fondsen. Wat kan ik verwachten? Zeg ik tussen 10 en 20% rendement. Dat is natuurlijk al fantastisch. Ja. Want de beste. Uh, uh, de, beste de, de, de index doet 6-7%. Mm -hmm. De beste uh, fondsmanagers, die, die investeren in een breed uh, uh, aantal managers maakt ook een procent of zes. Ja. Dus, uh, en de meeste particuliere beleggers die gaan aanrommelen en aandelen, maken het niet eens. Nee, en als je kijkt ook, dat en, haalde hij toen En nou. nog één ding, en vandaar ook, vanaf twee, dit jaar is de vermogen box 3 gaat veranderen. Ja. De overheid gaat er vanuit dat je meer dan 6% rendement oh. per jaar kan maken. Nou, als je dat niet hebt, dan moet je dat gewoon Dat haalt bijna rendement. Ja, dat haalt bijna niemand. Ja. Niet qua beleggen. En een vastgoed straks helemaal niet meer. Nee. Dus dat factief rendement dat gaat een hele hoop mensen heel veel pijn doen. Ja. Want dat is, dat is inderdaad ook iets wat een groot probleem is. Ook omdat volgens mij waar mensen zich veel aan storen, is het feit dat je op fictief rendement dus gaat belasten. Dus het is dus helemaal niet geld dat er daadwerkelijk misschien verdiend is. En nee, nu zeker niet meer, want de rendementen nee. zijn lager. Nee. Zeker in het vastgoed. En ze rekenen met 2,5% rente. Nou, de rente is ondertussen verdubbeld. Ja. Dus. Bijna uh, wedstrijd. Dus dat wordt een, uh, er komen heel veel uh, schadeclaims aan. Ja. Naar de overheid. Hoe kan het dan eigenlijk dat er gewoon partijen zijn als een Robeco of een uh, Pensioenfondsen. Die dus heel veel geld van mensen krijgen om te beheren met het idee. Ga rendement maken. Want zeker bij pensioenfondsen. Dat is belangrijk. Letterlijk ja. voor, voor ja. de toekomst van Nederland. Van de meeste Nederlanders die hebben daar een pensioen. Die maken geen rendement. Maar die doen geen reet. Nou, Hoe die, kan die, dat? Dat klopt. Dat is ook uh, lachwekkend eigenlijk. Ja. Hm. Uh, ze investeren niet zoveel in hedge funds. Nee. Dus ze hebben bijvoorbeeld obligaties. Nou ja, ja. de rente is jarenlang gedaald, Toen gingen obligaties gelukkig omhoog. Nu gaat de rente omhoog, is dus obligatie omlaag. Dat is een probleem. Rente was laag, dus dan pakken ze weinig rendement op. Als ze in hedge funds gaan investeren, pakken ze alleen met hele grote hedge funds, omdat ze geen reputatierisk willen hebben. Mm -hmm. En hele grote hedge funds maken minder rendement. En ja. ze hebben vaak uh, geen uh, absolute return investments. Ze investeren alleen maar in, uh, in markten die alleen maar rendement maken. Ze omhoog gaan. Dus jaar hebben ze weer een heel slecht jaar gehad. Ja. Ja. Dus die gaan nooit rendement maken. Dus dat is het voordeel dat je in Amerika uh, een pensioen hebt. Mag je zelf bepalen waar je gaat investeren. Ja. Ja. Dus ook weer daar wordt de, de, de leraar die uh, zijn, haar of zijn pensioen moet hebben bij de APP. Je ja, gaat er nooit rijk van worden. Nee. Nee. Als ondernemer ook wel weer een voordeel. Veel denken niet aan pensioen, maar als je slim pensioen belegt en dat soort dingen. Gewoon je, je, je nou ja, voor de stil. gewone uh, man is het heel moeilijk om... Uh, houden we sowieso nooit wat over. Ja. Dus en nu zijn ze helemaal... Uh, <laughs> de dupe met uh, de energiecrisis, met de hoge energieprijs. Dat is zelfs voor, uh, voor iemand die een modaal salaris verdient of twee keer modaal niet te betalen. We houden ook niks over. Nee. Met een gezin. Wat? Dus uh, ja, het is heel moeilijk om... Uh, om voor iedereen die niet onderneemt. Om, uh, om vermogen op te bouwen, ja kijk, er zijn natuurlijk bepaalde mensen een loondienst die uh, dikke bonussen vangen, marketmaker zijn of CEO, van, die kunnen geld verdienen. Maar over het algemeen kun je alleen maar vermogen opbouwen als je ondernemer bent of als je natuurlijk heel veel mensen hebben veel geld met hun eigen huis verdiend. Ja, ja. Daar heb ik ook nog een leuk voorbeeld over. Ik uh, kwam ook een jongen tegen van, van 30 die bij Ziggo werkte en die, uh, die, die had geen hoog salaris. Twee, drie jaar geleden zijn huis verkocht, overwaarde van geloof ik 2,5-3 ton. En die stopt een ton in, in munten. En die is maal 30 gegaan. <laughs> dat is natuurlijk fantastisch. Er zijn maar heel weinig die zoveel hebben op de top alles ge gecashed. Wat ja. keer 30. Ja, dus 3, 3 miljoen. Ja. Dus terwijl die uh, van, vanuit, vanuit zijn overwaarde van zijn huis, dus ja. dat, dat, de meeste mensen hebben dat nooit gedaan. Dus hij heeft het heel goed gedaan, slimme jongen. Gecashed. Ja. Is bij mij geïnvesteerd in die, in die blockchain funds. En die wil nu ook weer een eigen fonds beginnen met... Uh... Maar goed, kijk, voor een gewone iemand in loondienst is het gewoon heel moeilijk om slimme dingen te doen. En om, om uh, geld te maken. Vandaar dat het ook belangrijk is dat de overheid uh, de juiste beslissingen neemt voor uh, de Nederlandse arbeider. Ja, dat sluit goed aan bij een vraag die ik heb. Nou, ik was nog wel benieuwd ja. naar uh, iets wat je daarvoor zei. Want dat... Wat wij dus vaak horen is gewoon van, en dat dus blijft lastig en je hebt het net al eigenlijk wel grotendeels uitgelegd, maar over tijd kunnen mensen de markt niet verslaan. Alleen de, eigenlijk zeg jij dus wel met, met de hedgefonds die jij hebt, sla je wel de markt. Zeker. En, dus dat klopt niet wat je zegt. Nou, de ik... Mensen, de mensen wel, maar niet mijn manager. Nee, meer ja. van: kijk, ja. ik heb niet genoeg kennis om te weten waar dat aan kan liggen. Alleen waarom wordt dat geroepen? Terwijl als je de juiste hedgefondsen dus wel kiest, dat het wel kan lukken. Klopt. Nou, kijk, ik ben het met je eens. Kijk, een ik zeg altijd tegen iedereen: een gewone uh, iemand die zegt ga aandelen handelen. Ik zeg, gaat helemaal niks worden. Gaat nooit een succes opleveren. Weg gewoon niet. Het zijn mm -hmm. geen goede traders. Ze zijn emotioneel. Ze verkopen en verkopen de verkeerde momenten. Er zijn eigenlijk helemaal geen voorbeelden van die uiteindelijk. Hoog geld hebben verdiend. Dus doe dat maar niet. Als je dan wat geld over hebt. Je wil een aandelen. Koop dan gewoon een index die 6 tot 7 procent per jaar maakt. Prima. Weet je. Doe ook geen domme dingen. Uh, en de, maar de, waarom kan de hedge fund manager wel geld verdienen? Die zijn al tientallen jaren in hun specifieke space. De best in de space. En die hebben bepaalde strategieën ontwikkeld. Waardoor ze gewoon goede rendementen kunnen maken. Het zijn gewoon, Je bedenkt het niet hoe slim die mensen zijn in hun specifieke space. Wat voor strategieën zij bedenken. Ja. Oké, okay, dus het komt echt gewoon omdat zij... En jij... die, maken, die maken gebruik van de markt. Ja, ze hebben gewoon zoveel kennis, zit er al zo lang in, hebben een goede expertise, een goede track record. Al die ja. punten wat jij net zei, waar ze aan moeten voldoen, dat voor, zorgt ervoor dat jij je onderscheidt van de anderen. Okay. Uh, ik niet, maar mijn hetje. Ja, jij kiest er dan. Ja, ja. Dan pak ik hem weer terug op waar we net geëindigd waren. Ja. Want dat vind ik dan wel interessant... Wat zou jij de jeugd, want er kijken ook jongere kijkers. Wat zou jij de jeugd aanraden als ze nog niet veel vermogen hebben? Want het lijkt ja, kijk, misschien een beetje. Het uh, ligt aan natuurlijk uh, wat je wil. Kijk, als je bijvoorbeeld uh, chirurg wil worden, nou gewoon hard, hard studeren. valt veel geld met de winnen, geld ook van advocaat. Maar wil je ondernemen, dan, uh, ja, dan is het een stuk makkelijker om geld te verdienen. Het enige wat je hoeft te doen is uh, zeven dagen. In de week sessie, op dag gaan nadenken waar je geld mee zou kunnen verdienen. Dat kan met alles. En tegenwoordig is het makkelijker dan vroeger. Je kunt natuurlijk, ja, informatie is uh, vrij verkrijgbaar. Je kunt online kunnen hoop geld verdienen. Er zijn heel veel jonge, succesvolle ondernemers heel snel rijk geworden. Dat was vroeger ook niet zo. Maar het belangrijkste is mentaliteit. Dus je moet gewoon keihard werken. En uh, ja, en die kunt pas... Uh, Sommigen willen, willen ze gaan beleggen, weet je, van die jonge gastjes. Maar je moet pas gaan beleggen als je vermogen hebt. Je moet eerst uh, vermogen opbouwen om door iets... Uh, een bedrijf neer te zitten of, een, of wat anders. Ik bedoel, uh, dan, en dan kun je gaan beleggen. Dan kunnen je bij mij, bij mij terechtkomen. Ja. In eerste instantie moet je gewoon keihard werken, een idee hebben. En daar veel geld mee verdienen. En dat kan op hele, heel verschillende manieren. Ja, er zijn zoveel manieren. Ja, als je echt ondernemer bent dan ga maar lekker zelf bedenken ja, ja. en ga met mensen praten om ideeën op te doen en uh, uh, bekijk dingen ja. Maar ga niet wees vooral positief ja positief doorpakken als je en, dan kijkt. En, en, en doen natuurlijk hè ja. ook oh, doen ja als ondernemer dat merk ik ook bij heel veel uh, mensen om ons heen die dan nog niet zijn begonnen of net zijn begonnen Verschil. En dat moet ik ook bij mezelf ook wel realiseer ik bij mezelf, dat had ik vroeger ook. Vroeger was ik eigenlijk best wel slow in actie ondernemen. De eerste actie, en de tweede actie, kon soms gewoon uren, soms zelfs dagen, tussen zitten. En ja. nu is het eigenlijk gewoon: je kijkt eigenlijk hoeveel acties je kan nemen. Ja, omdat en je er lekker in zit, dan. omdat je het doet. Ja. Omdat je het doet. En omdat je weet wat je moet. Ja. Dus je bent met, echt met die kerntaken ben je ook bezig. En dan zijn wij nog veel aan het leren over die hefboomtaken. Weet je, wat kan je delegeren? Laat iemand anders dat doen. Wij, oké, okay, waar verdienen wij de uh, ja, geld mee? Met de podcast. Oké, okay, eigenlijk moet je dus zoveel mogelijk. En, ja, en kijk, oké, okay, ik zag dat jullie inderdaad zeggen hoe kunnen we het monetizen? Maar een ander ding als je succesvol zijn is focus. Ja. Weet je, je kunt alleen maar succesvol niet zijn als je beter bent in je concurrentie. Ja. Dus je moet focussen. Je moet niet maar alles gaan aanpakken. Kijk, de reden waarom ik succesvol ben, omdat ik me focus op hedge funds. Ik doe geen andere dingen erbij. Dus, uh, dus focus. Ja, dat is ook belangrijk. Focus, is ja. key. En als, als mensen dan zeg maar, bij jou komen, uh, ze zeggen van: uh, hoe groot moet hun vermogen zijn? Of het geld wat ze dan vrij hebben. Om bij jou iets te gaan doen? Want je kan bij jou instappen vanaf 100.000 ja, euro. Ten eerste stap je niet met mij in. Je stapt met mijn managers. Maar ze ja, vragen jou om. Uh, sommige managers advies. kun je vanaf 100.000 euro of dollar in. Ja. Nou, ik vind dat gewoon als je niet goed bent voor een miljoen. Kijk, als je bijvoorbeeld 22 bent en je hebt drie ton. Maak het niet uit kun je alle drie ton erin stoppen. Dat bedoel, maak het uit. Ja. Maar goed, stel dat iemand gewoon uh, een family heeft. en zijn geld niet mag verbranden. Mm -hmm. Dan vind ik dat je minimaal een miljoen moet hebben. En uh, dan zeg ik ook. Uh, investeer dan een paar fondsen. Dat je gespreid bent. en dat je, dat je timing uh, beter is, zeg maar. Dus ja. zeg maar vanaf een miljoen net word. Ja. Okay. Dus uh, ja. En hoe komen ze in contact? DM'tjes sturen of uh, website? No. Mensen komen op hele verschillende manieren met mij in contact: ja. via LinkedIn, via Insta, via Facebook, ja. TikTok, appen, bellen. Ja, appen. Ja. bellen. bellen. Alles. Bellen, bellen neem ik meestal niet op. <laughs> okay. Er yeah. zijn meestal mensen die helemaal iets willen verkopen. Dus... Ja, vermoeiend. Ja. Dus uh, het beste is gewoon uh, ja. Uh, uh, digitaal. Ja, dat En dan, gewoon... en dan, en dan zeg ik oké. Okay, Iedere dag word ik benaderd, dan zeg ik oké, okay, wat is je net woord? Nou, dan stuur ik ze het overzicht van mijn fondsen. Ik zeg als het iets voor je is, dan kunnen we een afspraak maken. Kom bij me thuis of, uh, of via Zoom. Dan maak ik een afspraak, ga ik met ze zitten, loop er doorheen. En als ze geïnteresseerd zijn, dan help ik ze verder. Ja, netjes. Dus voor iedereen die nu aan het kijken is, die denkt, ik vind dit interessant en ik heb uh, genoeg kapitaal, die kunnen ja. jou dan uh, via de website, zullen we in de beschrijving uh, gewoon zetten, vinden. Ook je Instagram, ook nog goed om erbij te zeggen, iedereen kan je op Instagram gewoon volgen. Je account staat wel privé, omdat je ja. graag controle houdt over wie je uh, toegevoegd kan worden. Stop. Dus laat het je niet afschrikken om maar zo gewoon te volgen. Maar uh, ja, als je geen profielfoto hebt, <laughs> zul je niet geaccepteerd worden. Absoluut. Ja, ja maar goed, ik ben ik heel jou. makkelijk uh, toegankelijk. Dus, ja, uh, yeah. Mooi, dat is, Mooi. Uh, vind ik uh, Meestal reageer ik binnen vijf minuten. Dus, uh... Kijk, behalve als, slaap, echt... behalve als ik slaap. Behalve als je slaapt. Ja. Hoeveel slaap jij per avond? Ik zeg, acht uur. Acht uur, je dus slaap, slaap wel belangrijk. Ja, ja. Dat is ook zoiets. Wat je ook wel eens hoort: dat de mensen zeggen, ja, ik slaap maar vijf uur per dag. En uh, ik ga dan uh, om vijf uur ochtends ga ik uh, trainen, omdat het dan rustig is. Ja, ik geloof er allemaal niet in. Ik denk, mm -hmm. ja, is iedereen verschillend, hè? Mm -hmm. Ik denk gewoon van, als je de hele dag aan het knallen bent, dan mag je toch ook wel acht, goed, acht uur goed, goed slapen. Klopt. En, um, en als je dan denkt, ja, ik wil dan zo nodig uh, werken als het rustig is. Ja, dan kun je ook bijvoorbeeld s'avonds gaan werken of in het weekend. Dat is het ook ja. rustig. Ja, allemaal Dat vind ik rare redenen. Ja. Goed. Hoe, uh, jouw en trouwens, wel? als je heel weinig slaapt, schijnt ook slecht voor je te zijn. Ja, super slecht voor je. Niemand ja. <laughs> dan uh, met ja. zes uur of minder. Het nee, nee, gaat nee. gewoon van je cognitieve. Uh, slecht, slecht, uh, slecht voor je testosteron. Slecht ook. voor je testosteron, inderdaad. Ja, joh, dat, uh... Voor je kwaliteit <laughs> van je leven is het uiteindelijk. Ik schraap er dus niemand, uh, niemand aan. Nee. Levensverwachting is ook lager. Ja. lager. Dat is uh, wel een serious game. Kijk wat, ik, wat ik, kijk, wat mij ook belangrijk is. In eerste instantie maar belangrijk is gewoon uh, gezondheid belangrijk. Ik zeg altijd maar zo: iedereen die gezond is, kan alles bereiken wat hij of zij, zij wil. Ik kom dan niet aan met het feit dat hij in een arm gezin is opgegroeid. vind bullshit. Mm -hmm. Dus het gaat echt om gezondheid. En dan, ja. uh, dat is de basis. Dus ik vind gezondheid ook heel belangrijk. Ik sport bijna iedere dag. Ja. Omdat ik gewoon uh, gezond wil zijn. Ja. En ik eet gezond, ik drink weinig. Oké, okay, ja, daar was ik dan ja. benieuwd naar. Nou, want wij hebben bijvoorbeeld nu... Uh, nou, we beginnen wat meer te verdienen, andere kringen. En uh, gaan we wat meer sigaretjes roken, whiskies drinken. Ja. Uh, merk je dat je dat dan ook uh, leuke dingen vindt om te doen? Of rook je niet? Ik rook niet en ik drink, niet niet, en ik drink nee. ook heel weinig. Ja. Dus, uh, Nee, ja goed. kijk de reden waarom ik ik drink dronk sowieso nooit veel en ik drink nu nog minder omdat ik gewoon ik ben met sporten bezig ja ja alcohol is gewoon vervelend als je veel gedronken zou hebben je moet de volgende dag moet je een uur lang kickboksen. dan heb je het echt last van is niet en als je wat ouder wordt heb je er sowieso meer last van ja. en uh, en ik heb er ook niet echt behoefte aan nee mm -hmm. dus, maar ja, duidelijk ja mediteer je ook nee nooit gedaan nee kijk ik moet wel zeggen kijk het is natuurlijk best wel lastig om te spannen. Als je gewoon zeven dagen week, 16 op de dag bijna op je iPhone zit. Waarom? Ik zit, geloof ik, soms al tien op de dag op mijn iPhone. Naast het feit dat ik ook nog achter mijn computer zit, een soort verslaving. Ja. Dat is wel vervelend, moet ik zeggen. Ja. Dus uh, hoe ontspan je je dan? Ja, slapen natuurlijk, dat is heel belangrijk. En ja. uh, sporten, met mensen uit eten, uh, ja. tripjes. Kijk, als ik op reis ben, dan kun je wel lekker ontspannen. Maar dan zit je niet de hele dag op je iPhone, met hele dag dingen aan het doen. Nee. Mm. Maar, ik is, moet, maar ik moet ook zeggen: je, kijk, zit, je bijvoorbeeld op, zit je te vervelen s'avonds? Dan zit je op TikTok die uh, korte <laughs> filmpjes te kijken. Ja. Maar ja, aan de andere kant, je leert er ook weer van. Bijvoorbeeld, ja. uh, ik zie dan een keer ChatGBT. Ja. Hartstikke interessant, Artificial ja. Intelligence. Ik was interessant. Dus ik zat op het strand in Curaçao en ik ben mijn website aan het uh, vernieuwen. En Dan kun je gewoon vragen stellen van uh, wat is een hedge fund En Dan krijg je gewoon antwoorden. Ja. En een paar van die vragen, je, sla, je slaat het op en je gebruikt het weer voor je website. Ja. Je, je leert er ja, ook ja, weer ja, van, weet ja. je? Het ja. maakt het een stuk makkelijker inderdaad. Ik was inderdaad ja. van, ja, zie jij de potentie in om dat te gaan gebruiken voor je bedrijf? Is al gebeurd dus. Ja, heeft nee, al een website te bouwen, alleen nou ja, die gaande. Weet ik niet, uh, zou kunnen, weet ik niet. Ja. 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 Want hij kan ook beleggingsstrategieën bedenken. Ja, dat bedenken. klopt, ja, dat eh, zag dat ik ik. Dat, dat, ja. ik denk dat het ja. best interessant is. Ja, ja. Ja. Als, als ja. dat soort van uitbouwt, zou dat Kijk, door. Ik ga Mag niet zelf handelen, handelen. Maar stel, stel dat uh, uh, je inderdaad iets zou willen, zou je er altijd naar kunnen kijken, natuurlijk. Kijk, ja. uh, hoe kun je succesvol zijn door echt uh, creatief te zijn. Dit is wel iets wat met creativiteit te ja. maken heeft. Ja. Altijd ja. maar dingen bedenken. Dat ja, is heel interessant. Ja. Maar uh, dat is goed. Ik denk uh, voor ja, ChatGPT, we zaten gisteren nog in de Discord, uh, gingen we eventjes live, er zaten ook met mensen te praten over, uh, daarover. En dat het uh, voor vele mensen denken dat het echt dreigend is. Bijvoorbeeld voor Google is het zeer vervelend. Um, ja. Anderzijds uh, geeft het ook weer heel veel mogelijkheden om te kijken van oké okay, luister, ik heb bepaalde kennis niet. Maar die kan ik wel zo opvragen en daar kan ik gelijk op handelen. Denk, ja, dat is misschien een wat verdiepende vraag hoor. We, zei, we zitten eigenlijk in de periode dat we heel veel informatie overload krijgen. Er komt continu informatie naar ons toe. Wat je zegt, video's, lezen, boeken, alles erop en eraan. Mm -hmm. Nu met zo'n chat-GBT, heb je in één keer van ja, je hoeft niet de informatie te lezen, want je kan het opvragen op elk moment wanneer je dat nodig hebt. Klopt. Gaat dit ook wel wat veranderen aan, uh, aan social media en aan boeken en aan artikelen? Denk je? Nee, ten eerste, ik gebruik het natuurlijk zelf ook als ik dingen wil weten. Ja. Dat, is, dat is positief. Uh, kijk, ja, kijk, uiteindelijk die hele sociale media, ik gebruik het positief. Ik kan er ook makkelijk wereldwijd zaken mee doen. Uiteindelijk is het natuurlijk negatief. Want iedereen kan er overal een mening over hebben. Het zet, groep, kijk, het zet groepen tegen elkaar op. Ik bedoel, als jij een wappie bent, kijk je alleen maar naar wappieberichten... Ben je woke, kijk je helemaal alleen maar naar woke berichten. En als die twee partijen met elkaar in contact komen, dan is het altijd agressie ja, over en weer. Zeker aan mm -hmm. iedereen heeft een stem op sociale media. Dus dat heeft de wereld wel heel erg veranderd. Mm -hmm. is natuurlijk. Kijk, maar bijvoorbeeld waarom is het er, geloof ik, in, was het in Tunesië niet. Waarom is daar een opstand begonnen toen? Omdat iedereen elkaar uh, afsprak met sociale media. Er is nu weer in Amerika, Amerika, uh, Brazilië allemaal via Telegram en zo. Ja. Uh, ja, dat is ook een reden waarom het politiek aan het verharden is. Ja. Uh, dus dat is allemaal negatief, natuurlijk. Dus so, ik ben echt wel benieuwd. Uh, en uh, kijk naar de jeugd: dus de hele dag zitten ze gewoon met elkaar te snapzetten, uh, de hele dag door. Snapzetten inderdaad. Als, uh, ik, waar gaat dat heen in, over ja. tien jaar? Snap je? Ik heb echt geen idee waar nee. het allemaal heen gaat. Nee. Maar, en er worden hele oorlogen worden zo aangewakkerd. Ja. ja, je hebt echt grote communities. Hè? Vroeger was het zeg maar, je, je hebt een dorp of een stad en dan komen ja. mensen bij elkaar en, en als ze ergens niet meer eens zijn, dan gaan ze de straat op, demonstreren ja. ja. of protesteren. En nu heb je dat je online de grootste communities ooit krijgt, die, die binnen een paar dagen kan, bij elkaar kunnen komen. kan verkiezingen beïnvloeden. Kijk volgens mij ja. uh, naar Amerika toe met Trump en uh, hoe heet ze? Hillary. Ja, ja. Louis, ja. zeker. Oh man. Ja, oh. dus ik ben. Ik heb echt geen idee waar het heen gaat. Nee. Wat denken jullie? Ik, uh... ik weet, ik moet heel erg zeggen dat ik het ook niet weet. Nee. Ik weet wel dat de mens, als je kijkt naar het brein heel slecht is in het voorspellen van de toekomst, hoe verder weg, hoe slechter we worden daarin. Ja. We zijn niet gemaakt om daar gewoon goed in te zijn. Dus ik denk dat dat ook iets is waar we altijd moeite mee zullen hebben. Tenzij er dingen als AI komen die ons daar goed bij kunnen helpen. Mm -hmm. Maar. Um... Ik weet wel dat ik vlak voordat mijn opa overleed, ik gesprekken met hem had over uh, Netflix, Spotify. Vond ik interessant om dat een beetje ja, aan hem ja. uit te leggen. En ik zag het onbegrip in zijn ogen dat hij gewoon echt, dat hij het land gewoon niet. Omdat hij mm -hmm. gewoon zit van... Hey, wat, wat zeg je, wat mm -hmm. heb je het dan over? Dat, als ik mezelf dan zie als ik 80 of 90 ben en mijn kleinkinderen aan mij uitleggen: ja, ik denk dat dat dan nog een keer 100 is. Ja, zeker. Dat zij dingen aan het doen zijn. Uh, ja, ik ben in de, nou ja, noem wat. In de virtual reality met mijn vrienden, dit en ja, dat. Ja, ja ik ja, snap er waarschijnlijk geen ja, fluit meer van. Het is ongelooflijk. Wat ik had... Uh, op een gegeven moment... Wij hebben nog... Ja, helemaal. Okay, uh, wij zijn in een periode geboren... Dat je, als je ergens aan begint, dat je het ook nog afmaakt. Maar besef ook gewoon dat er heel veel jongeren zijn... die Nu vijf, ik denk vijftien, misschien iets jonger. Maar die zitten heel vaak op social media, op TikTok en oh. dat soort dingen. Het zijn zeg maar never ending... Kansen, uh, zeg maar, van... Ze beginnen ergens aan, maar het stopt gewoon niet. Het maakt niet uit hoe lang je doorgaat, maar het heeft geen einde. En dat zag ik wel. Verslaving bedoel je? Van, niet per se qua verslaving, alleen bijvoorbeeld bij Instagram. Op een gegeven moment ja, staat ja, het er niet. Het scrollen. Het scrollen. Je bedoelt, wij je zegt van: het staat hier geen einde. Van oké, okay, de, de posts zijn op. Die ja, hebben het behaald. Je, je bedoelt ook: wij waren bijvoorbeeld verslaafd aan een game. Game oh. heeft gewoon zoveel levels. Je speelt het uit, dan was je klaar. Precies. En TikTok, als je daar verslaafd aan ja. bent, ja, er is geen eind aan. Er TikTok. is geen eind aan. En wat je dus nu ook ziet, is dat mensen. Uh, tenminste mensen, jongeren, vinden het bijvoorbeeld ook moeilijker... dus om op school één het vol te houden... omdat Zeker. ze één, de hele dag op TikTok zitten, dat is al één. Maar twee ook, ze zijn gewend dat shit niet stopt... en dat ze geen keuzes erin hoeven te maken. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een paar jaar lang... bent bezig met mijn school, ik vond dat bijvoorbeeld heel erg... want ik wil het afmaken. Snap je? Wat jij ook zegt, in al die games... je wilt zo snel mogelijk die levels halen. Mm -hmm. Alleen nu krijg je dus zo'n generatie waarin ze zeggen van... nee, luister, um, ja, blijf maar een, lang, een jaartje lang op school... Ja, prima. Weet je, die jongens hebben en meiden hebben niet echt de urge om dan per se daarmee door te gaan. Ik zie daar nog wel iets qua verandering in komen. Hoe dat per se zich gaat ontwikkelen, vind ik best wel lastig om te zeggen. Ja, het, is, het is natuurlijk lastig om huiswerk te maken, je wordt constant afgeleid. Om veel dingen veel interessanter zijn dan als ik vroeger ja. huiswerk zat te maken, ja, je kunt de VI eronder leggen. Ja. Maar dan houdt wel een beetje op, weet je, wat interessant is, en ja. nu uh, alles. Ja. Maar ja, dat is dus een nadeel. Het ja. voordeel is natuurlijk weer dat je je bent sneller en je hebt meer informatie en ja. je kunt dingen makkelijker doen. Dat ook, hè? Makkelijker. Alles wordt wel makkelijker gemaakt, ja. ook kijk, met chat. chat kijk, als je YouTube nu in New, New, New York zit en je uh, zit in een hotel en ik wil wat eten, kijk je even wat uh, beste restaurant in de buurt is dus of je ja, wil sporten precies. of dit of dat of met 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 uh, lopen. Normaal zat je met je stratenboek en nu uh, loop je gewoon op je iPhone, weet je. Ja. Ja. Dus, uh, maar ja. Het is wel uh, lastig voor, uh, ja, maar, voor. Ja, maar. Het is met name lastig als je niet leuke dingen moet doen. Weet je? Als je, kijk, ik ben ook verslaafd aan mijn telefoon. Maar ik kan het nog redelijk makkelijk wegleggen. Omdat ik ook of andere verslaafd dingen. Verslaafd aan doen. business. Ja, en <laughs> ja, ik ja, business ja. Ook, ook leuk vind. Ja, ja. ja. Dus, okay. maar ja, weet je, dat is natuurlijk ook zo met werknemers. Weet je, ik bedoel, er zijn natuurlijk genoeg werknemers. De meeste werknemers vinden hun werk niet leuk. Dus hoeveel procent van de tijd zullen zij wel niet uh, bezig zijn met privé dingen? Ja, veel. Mm -hmm. Ja, het kost dat allemaal niet. Ja, ja constant. Een ja, qua productiviteit. Ja. ja. Merk je dat met eigen personeel? Nou, ik heb ten eerste ik heb wel personeel, alleen de sales doe ik zelf. Dus, ja. uh, dus dat merk ik niet met eigen personeel. En nee. nee, toen ik een tweede organisatie had, zat ik er echt tussen. Ja. Ja, ja, ja en, maar dan was het ook geen probleem. Want zijn, de mensen worden goed betaald, zijn super gefocust. Ja, en dan een, een hoe Maar Stel dat je een andere toe. organisatie zou hebben. Met heel veel mensen met uh, hele andere functies. Ja, dan zou ik, ik... ben niet echt een goede manager. Ambtenaren. Nee. Ik ben geen manager. Ik kan slecht tegen... Ik ben heel kort. Het nee, zou, zou bent... niet verstandig zijn om veel mensen bij mijn kantoor te zijn. Nee? <laughs> ik heb geen geduld. Nee. Ja. Dus het... het uh, dus hoe groot is je team nu dan? Nou, ik heb dus een directeur. Ja. En uh, ja, die, uh, die zit niet eens bij op kantoor. Dus ik werk zelf van huis uit op kantoor. En ik heb nog een kantoor in Curaçao. Ik heb een kantoor in, in, uh, in New York. Dus er zijn allemaal mensen met andere functies. Dus uiteindelijk ben ik degene die uh, de selectie van nieuwe fondsen doet en de sales doet. Ja. Oké, dus okay, dat is dus best wel uh, klein. klein. Ik, bedoel, ik, ben, ik zeg ja. verspreid, maar klein. Inderdaad. Heel klein. Nee. Dus kijk, ik zeg altijd maar zo: ik kan 3 kan achter zaken doen met de grootste investeerders ter wereld en de beste fondsmanagers ter wereld. Zo is het. Ja. Slaat ja. eigenlijk huiker eigen eigens op. Ik ben meer efficiënt dan een, uh, <laughs> dan een gemiddelde vermogensbeheerder met 20 mensen. Ja, precies. ja, ja, ja. Dat is wel En, en succesvol. Ja. Hey, Marcel, ik heb nog een laatste vraag waar ik uh, wel benieuwd naar ben. Want we hebben het echt, je hebt veel uh, gerealiseerd in je leven tot nu toe al. Ja. Je hebt nog steeds veel Dat ambitie ik denk voor de gemiddelde Nederlander heb je een hoop uh, gerealiseerd uh, in je leven. Ja. Voor Paul Singer. Uh... Vergeleken met hem niet. Dat valt mee. Maar goed, het ja, ja. boeit ja. mij ook niet zo, weet je. Ik, bedoel, ja. ik vind het niet zo belangrijk uh, nee. wat ik wel of niet gerealiseerd heb eigenlijk. Ik, ik kijk doen. niet op mensen neer, ik kijk niet tegen mensen op. Ja. ja. En ik, ja ik bedoel, de enige reden waarom ik het uh, gedaan heb, omdat het in me zit en omdat ik uh, met name dat mijn vader had meegemaakt, ja. had. ik dacht van dat gaat mij niet gebeuren. Nee. En voor de rest uh, vind ik het allemaal niet zo belangrijk. Nee? Ja. Maar, dat is in ieder geval gelukt. Ja. Heb jij nog iets waar je het wel voor doet? Misschien iets materieels of iets in doel dat je hebt in je leven. Van hey, daarvoor wil ik dit bedrag of, of met deze persoon wil ik werken. Nee, eigenlijk niet. Nee? Hmm. Oké, okay, mooi. Ik ben ook niet iemand die misschien hier vaker zit die nog een bepaalde doel in zijn leven heeft. Dat heb ik niet. Nee, we hebben wel vaker mensen gehad die ja. ook zeggen dat, ik eigenlijk, dat je, je doet wat je leuk vindt. Ik wil gewoon en wat, daar wat ik nu doe blijf gewoon mijn hele leven doen. Ja. Ja. Mooier wordt het niet. Nee. Nou, dat is mooi toch? Dus, uh, het enige wat ik moet doen is zorgen dat ik fit blijf en hopelijk niet uh, uh, een ziekte zal krijgen. Ja. Dat is het enige wat ik uh, niet in mijn hand heb. Ja. ja, dat is interessant. Je hebt eigenlijk alles afgevinkt. Behalve die gezondheid. Wat ze ook toch altijd zeggen: hè? iedereen ja. denkt dat dat geld alles is, maar als je gezondheid weg is, dan is geld in En een Gezondheid niet is belangrijk voor het is. maar geld vind ik ook wel heel belangrijk. Hoor. Ja. ja. Alleen als je gezondheid niet goed genoeg is, Klopt. dan is geld in één keer. Ja, dan kun je 10 Klopt. miljoen hebben, nee, goed, je kan het ik, niet kopen. Uh, Om kan Terug te komen nogmaals, mijn vader. Kijk. Ik ging toen als het ware technisch vier. dat voelt bijna als overlijden, hè? ja? Dat geloof ik, dus uh, ja, ja, dat geloof ja. ik zeker. Ja, dus, uh, maar gezondheid is het allerbelangrijkste wat er is. Ik denk dat dat uh, perfect is wat ja. wij ook willen uitdragen. Zorg dat je goed je zendje verdient en goed voor je lichaam zorgt. Ja. ik denk dat je dan een hele goede zeker. balans krijgt. Ik ja. heb nog een. Uh, jij hebt die laatste vraag. Jij hebt nog een nog... allerlaatste vraag? Ik heb vraag. nog een allerlaatste <laughs> vraag, uh, directe vraag ook. Was op dit moment je vermogen? Dat ga ik niet zeggen. Nee, nee ja, kan proberen. natuurlijk. Ja, <laughs> dus, uh, ja. Ja, 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 ja. maar uh, ik heb als... daar wel een doelstelling over. voor, okay. voor mezelf. ja. Okay. maar dat is een bepaald uh, vermogen. en dan is, als ik iedere drie jaar mijn vermogen verdubbel, dan uh, dan kom je daaruit. snap je dat is wel een doel. Ja, niet ja. omdat het moet, maar gewoon omdat het leuk is, snap je? ja. Doel... ja voetbal zonder doelpunt is ook niet zo boeiend. nee, daarom, ja, exact. Cool. En het valt ook niet te vinden wat mijn vermogen is. Dus... Nee, nee, we hebben gezocht. Nee, ik heb er ook gezocht. <laughs> Je kunt je best doen. Maar... Ja, ja, we willen lopen graven. Ja. Nee, dat vind ik ook wel mooi. En dus, ik denk, uh... Uh, je kunt er goed van leven. En uh, dus je, je bent succesvol in wat je ja. doet. En uh, ik denk dat dat ook wel uh, ja. naar buiten toe blijkt. Mm -hmm. um, ja, dankjewel Marcel. Graag gedaan. Je tijd. Het uh, was, vond... was drie uur, was leuk. Ja, ja, we, uur, hebben, ja, ja. ja we hebben drie uur uh, weer volgeluld, dus dat, ja, dat gaat had op... ook nog wel een hele dag kunnen duren. Ja, daarom. Nee, je ja. kunt altijd blijven gaan, blijven ja, gaan. Ja. Dat uh, de we er van erbij. Hè, dan, ja, precies. Dan, uh, <laughs> precies, dan uh, wordt het helemaal ontspannen. Nee, Marcel, dankjewel voor iedereen die ja. uh, jou gewoon wat meer updates wil. Want er zijn niet nog niet super veel dingen van jou te vinden. Kunnen jou vinden op Instagram, dat staat gewoon link in beschrijving. Is privé, wees niet bang, klik gewoon op volgende. En ik heb nog een uh, YouTube pagina. YouTube, YouTube abonneer. Ja, die zal ik Onlang, ook even Onlangs er nog niet zoveel abonnees op. Ja. Net gelaunched. Ja. En ja. Uh, LinkedIn, WhatsApp. LinkedIn, waar nou ja. Veel, uh, alle dingen. WhatsApp zetten we maar niet neer. Nee, die zal ik niet onder de beschrijving zetten, want ik denk dat dat de heel snel vermoeiend wel. wordt, maar uh, alle andere manier. links uh, ja. die uh, kan ik gewoon uh, dus, uh, neerzetten. Tag, tag me gewoon. Komt goed. Komt goed. Ja. Gaan we doen. Komt helemaal goed. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel, jullie ook. Voor iedereen die gekeken heeft geluisterd, dankjewel voor je tijd. Vergeet niet te abonneren. Dat was hem weer. Tot, Tot volgende, volgende week. Keer. Ciao. Ciao.